Dank. Supermooi dat we met zoveel zijn vandaag. Het was heel bijzonder ook. Binnen 3 dagen waren we namelijk uitverkocht. En dat hadden wij niet verwacht. Dus ik mag eigenlijk wel zeggen dat jullie allemaal geluksvogels zijn. Veel mensen wilden ook nog komen en dat konden ze helaas niet. En toen ging vandaag de zon schijnen en toen dacht ik nog, oh jee, dan zul je zien dat iedereen lekker op het terras blijft zitten. Maar ik ben super blij dat jullie hier allemaal zijn en hier live aanwezig zijn. Dat het geen digitale bijeenkomst is, daar hebben we expres voor gekozen. Omdat het ook over de ontmoeting moet gaan, want zonder ontmoeting geen inspiratie. Wat we ook gaan doen is wel een videoregistratie. Dus iedereen die er niet is, die kan alsnog dit gaan terugkijken via de video. Nou, zoals gezegd, welkom. Mijn naam is Noortje Thijssen. Ik ben directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. En wij hebben met het hele team deze eerste Gaia-lezing. Deze eerste Gaia-lezing georganiseerd. Er waren 2 eigen blokkades. Want al een aantal jaar werd er nagedacht over een lezing. En de eerste blokkade die kennen we allemaal. Dat is namelijk corona. Dat was toch wel iets wat roet in het eten gooide. Maar de andere blokkade, dat was de naam. Ja, bij het wetenschappelijk bureau houden we van discussiëren. En het kunnen hele lange discussies zijn. Zo ook over een naam. En uiteindelijk is er toch een knoop doorgehakt, namelijk de Gaia-lezing. En zonder die naam hadden we hier niet gezeten. Ja, en waarom dan de Gaia-lezing? Nou, Gaia is natuurlijk de god van moeder aarde, de godin van de aarde. En dat past natuurlijk heel goed bij onze roots, onze ideologische roots. Want uiteindelijk zijn we een ecologische of ecologistische partij. En daarin draait het natuurlijk heel erg om de samenhang, de verbinding tussen mens en natuur. Tegelijkertijd maken we ons ook zorgen vanuit het wetenschappelijk bureau. Want die balans tussen mens en natuur die je zoekt, we hebben een systeem, een economisch systeem, die toch wel uit zijn voegen barst en uiteindelijk een heel grote graai eigenlijk doet, of een groot beroep doet op de planetaire grenzen. En wat we vandaag gaan doen, is een zoektocht naar een ander systeem. En die zoektocht doen we met elkaar, dat doen we nu vanavond, maar dat is ook een zoektocht die we vanuit het wetenschappelijk bureau de komende jaren tegen onszelf hebben gesteld. Nou, dit is een traditie, dit is de start van een traditie. Dit is de eerste Gaia-lezing, maar volgend jaar zitten we hier hopelijk weer met een grotere zaal, zodat er nog meer mensen kunnen komen. En hopelijk hebben we steeds meer antwoorden op die zoektocht. Vandaag gaan we deze zoektocht met heel veel mensen voeren. Allereerst met onze hoofdspreker, dat is David van Rijbroek. Hij zal de eerste Gaia-lezing uitspreken. Daarna hebben we een paneldiscussie, daarin zit ook schrijfster en filosoof Joke Hermsen. Tweede Kamerlid van GroenLinks, Senna Matoeg. En Fred Kroonen van de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer. Daar zijn we heel blij mee, want aanvankelijk zou Henk Nijboer hier staan. Maar vandaag is ook het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. Gehaktdag, zoals het ook wel heet. Dus super dat Fred Kroonen hier ook nog bij kon komen vanavond. Ik zit even te denken, vergeet ik iemand? Nee, niet in de paneldiscussie. We hebben ook nog een ander heel mooi item, dat wordt ook het begin van een nieuwe traditie. En dat is namelijk de essaywedstrijd. Daar gaan we straks van alles over vertellen. Juryvoorzitter Bram van Ooyik gaat helemaal vertellen hoeveel inzendingen er waren. Ik kan jullie al verklappen, het waren er meer dan 100. Maar hij zal straks het echte antwoord geven. Dus ook hiermee denken wij dat we iets nieuws kunnen neerzetten waar we nog lang op gaan voortbouwen. Het slotwoord straks is voor de politiek leider van GroenLinks, Jesse Klaver. En daarna denk ik dat we genoeg inspiratie hebben om met elkaar te kunnen borrelen. Zo, ik hou op met praten. Ik denk dat ik David van Rijbroek op het podium ga vragen om de eerste Gaia-lezing uit te spreken. Gaat deze microfoon? Dank voor de vriendelijke woorden. En met dit tegenlicht ziet u vooral mijn contouren, maar dit is ook mijn beste kant. Goedenavond iedereen. Het kapitalisme is een paard.
Tot die conclusie moet je wel komen wanneer je stilstaat bij de term het ongebreideld kapitalisme, het tomeloze kapitalisme. Het breidel is het harnas wat op het hoofd van een paard wordt gezet. En die metafoor is eigenlijk niet eens zo slecht. Want het wijst op tegelijkertijd de dynamiek en de kracht van het paard, maar ook op de destructieve krachten. Een paard kan namelijk op hol slaan, kan vernietigen, kan alles op zijn pad verstoren, kan zelfs zichzelf in de vernietiging lopen. Met het kapitalisme is dat onder meer gebeurd, onder meer in de eerste helft van de 20e eeuw. We kunnen niet diep ingaan op de details, maar er is een bekende stelling die zegt dat de Eerste en de Tweede Wereldoorlog niet losstaan van het ongebreidelde kapitalisme van de industrialiseerde fase in de tweede helft van de 19e eeuw. Dus het kapitalisme moet tegen zichzelf beschermd worden, tegen zijn eigen destructieve krachten. En dat kan je op twee manieren doen. Enerzijds door het af te schaffen, dat is geprobeerd, maar dan loop je het gevaar nieuwe destructieve krachten te ontketen. Of, tweede mogelijkheid, door het te breidelen. Ik heb vandaag geleerd dat het woord breidel en toom synoniem zijn voor zo'n paardenharnas. En dat breidelen is precies wat er gebeurd is na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk een zeer interessante fase, post-war. Heel interessant, omdat daar werd gezocht in het Westen, in West-Europa, naar een nieuw evenwicht tussen vrije markt en staat. En er is een compromis uit de bus gekomen waarbij de politieke macht van de staat zei tegen de economische macht van de markt: u mag vrij blijven ondernemen, anders dan wat in Oost-Europa aan het gebeuren is. U mag vrij blijven ondernemen op een aantal voorwaarden. De eerste voorwaarde was dat u coulant belastingen betaalt. En het verhaal is inmiddels bekend. De belastingvoeten in de jaren 40, 50, 60 waren eigenlijk zeer hoog. Zelfs in de Verenigde Staten. Dankzij het werk van Piketty weten we hoe hoog de vennootschapsbelasting was in de eerste naoorlogse decennia. En een tweede voorwaarde om het vrije ondernemerschap blijven toe te laten was dat de werkgevers moesten overleggen met de werknemers. Patronaat moest praten met het proletariaat. En in Nederland heeft dat ongeveer geleid tot de oprichting van de SER, de Sociaal-Economische Raad. Hij zegt het zelf al, als u ooit een brokje onverwacht ontroerende lectuur tot u wil nemen, lees de wet uit 51 over de oprichting van de SER. Artikel 1 geeft in een essentie aan waaruit dat naoorlogse gebreidelde kapitalisme moest bestaan. En die periode wordt ook omschreven als de periode van het democratisch kapitalisme, staat en macht. En daarmee werd de basis gelegd voor de zogenaamde Trente Glorieuse, de 30 gloedvolle, glansrijke jaren van 1945 tot 1975. Het wilde paard van het kapitalisme werd toen sociaal ingetoomd, sociaal gebreideld. Je mocht als ondernemer vrij ondernemen, maar je mocht je arbeiders niet uitbuiten. Daar kwam het ongeveer op neer. Wat wel nog mocht, was het milieu uitbuiten. En de geschiedenis van de ecologische dimensie van die 30 glorieuze jaren, die moet eigenlijk nog geschreven worden. Een periode van de sociaaldemocratie is ook gepaard te gaan. Ik had het over de destructieve krachten, die zijn ook hier aanwezig. De geschiedenis van die ecologische dynamiek van de Trente Glorieuse moet geschreven worden, omdat die gloriedagen van de sociaaldemocratie ook gepaard is gegaan met het begin van de grootschalige uitputting van de planetaire grenzen. En het is geen toeval dat het belangrijkste rapport wat het milieubewustzijn heeft aangewakkerd, het rapport van de Club van Rome, dit jaar 50 jaar geleden, in 1972 is verschenen, ongeveer op het einde van die Trente Glorieuse. Goed, we hebben wel ongelooflijk veel gedaan op vlak van sociale ontwikkelingen. Dat democratisch kapitalisme heeft een aantal voordelen gehad, maar er is een blinde vlek en daar willen wij u op wijzen, zei de Club van Rome. 50 jaar later proberen we nog steeds die blinde vlek in beeld te krijgen, maar niet binnen deze partij. Maar dus vandaag moeten we eigenlijk dat kapitalisme opnieuw leren te breidelen. Na de sociale correctie, die overigens erg verwaterd is na de Trente Glorieuse, heb je ongeveer de Quarante Désastreuse gekregen, zeg maar, de hoogtijdagen van het neoliberalisme. Maar dus na de sociale correctie is er nu nood aan een tweede correctie, een ecologische correctie.
Kapitalisme is nog altijd destructief voor mens en planeet. Burnout treft niet alleen werknemers, maar ook de grondstoffen, de planetaire grondstoffen. En je ziet dat die stap schoorvoetend wordt genomen. In Frankrijk bijvoorbeeld heb je het equivalent van de Sociaal-Economische Raad, Le Conseil Économique Social. Sinds een aantal jaar is daar een letter bijgekomen. Het is de CESE geworden, de Le Conseil Économique Social et Environnemental. Dus de Sociaal-Economische en Ecologische Raad. Dus daar zie je dat die tweede poging tot correctie van het kapitalisme alvast wordt ontketend. Hoe zou dit in Nederland en in België kunnen gebeuren? Ik wil in mijn praatje vandaag twee concrete tools voorstellen die volgens mij kunnen helpen met het breidelen, het tweede grote breidelen van het naoorlogse kapitalisme. En die twee tools bestaan uit enerzijds laat burgers meepraten en ten tweede laat burgers meehandelen. Over het eerst heb ik de afgelopen 10 jaar al veel gezegd en veel geschreven. Ik ben nogal een voorstander van participatieve en deliberatieve democratie. Maar er is een interessante parallel te trekken met de jaren 50. In de jaren 50 moesten de ondernemers praten met de betrokkenen, namelijk de werknemers. Nu, in de jaren 2020, moeten de ondernemers ook in gesprek gaan met de betrokkenen. En hier betreft het de hele samenleving en zelfs de toekomstige generaties. Dus we hebben eigenlijk nood aan een moderne variant van het sociaal-economisch overleg. En ik geloof dat burgerberaad, het werken met geloten burgerpanels, daarbij een cruciale rol kan vervullen. De deliberatieve democratie is wellicht een van de belangrijkste tools om ambitieus klimaatbeleid mogelijk te maken. De voorbije 10 jaar heb ik op meerdere vlakken gepleit voor dat soort vormen van burgerberaad. Mijn eigen partner Eva Rovers heeft net een maand geleden een boek uitgebracht die het model van de deliberatieve democratie, het model van burgerberaad, hoe langer hoe meer aanprijst om delicate klimaatvraagstukken te behandelen. Ik zal haar boek niet plagiëren, maar ik ben het uiteraard volledig met haar eens. Ik denk dat deliberatieve democratie en burgerberaad essentieel wordt als we coherent, ambitieus, lange termijn klimaatbeleid willen ontwikkelen. In de afgelopen jaren hebben we vormen van nationaal klimaatburgerberaad gezien in tal van Europese lidstaten. In Frankrijk, in Engeland, in Schotland, Spanje, Denemarken, Duitsland. Duitsland was het bottom-up. Merkwaardig genoeg nog niet in Nederland. Daar komt misschien binnenkort verandering in. Doe dan je voordeel met de lessen die we geleerd hebben uit die processen in het buitenland. Er bestaat op dit ogenblik een nieuwe organisatie, KNOCA, Knowledge Network on Citizens Assemblies, on Climate Assemblies. En de resultaten van vergelijkend onderzoek naar die andere burgerberaden worden daar samengebracht. Daar zit zeer relevante kennis voor het geval dat Nederland zelf aan de slag wil gaan met een nationaal klimaatberaad. Maar de belangrijkste les wellicht uit de bestaande processen is van doe het niet één keer. De belangrijkste conclusie is als je een groot onderwerp als klimaat één keer toevertrouwt aan een groep van geloten burgers, 150 mensen die 6 maanden de tijd krijgen, dan is dat veel te groot. En de grote nieuwe ontwikkeling, die in een aantal landen al begonnen is, is om dit soort vorm van burgerberaad permanent te gaan maken. Samen met de G1000, de organisatie waarvan ik directeur van ben, hebben we de afgelopen weken gewerkt aan het vervaardigen van het eerste permanente klimaatberaad voor een Europese hoofdstad. Ik mag helaas nog niet zeggen welke, maar er zal wellicht binnenkort een Europese hoofdstad zijn die burgers niet eenmalig betrekt, maar minstens tot 2050 wil betrekken bij een permanente nieuwe instelling, een permanente burgerconventie over het klimaat. Dat is het eerste onderwerp. Eerste instrument om het kapitalisme ecologisch te breidelen. Laat burgers meepraten. Niet één keer, maar structureel. Tweede wil ik een beetje langer bij stilstaan. Want ik heb er in het openbaar nog niet veel over gesproken, behalve op de Huizinga-leiding een tijdje geleden. Daar heb ik het kort aangestipt. Burgers kunnen niet alleen meepraten, ze kunnen ook meedoen. En dus participatieve democratie bestaat niet alleen uit babbelen. Het bestaat ook uit handelen. En ik ben sinds een paar jaar beginnen nadenken over de mogelijkheid van individuele emissierechten.
Gisteren, het Europees Parlement moest stemmen over de ETS, de Europese transmissierechten en de handel daarvoor, in hoeverre moet het uitgebreid worden, enzovoort. U weet allemaal, die stemming heeft nog niet tot een compromis kunnen leiden. Maar de vraag die we moeten daarbij stellen, die ETS die we nu ontwikkelen, die wordt ontwikkeld voor de zware industrieën in Europa. En de vraag is, prima dat die industrieën ingeschakeld worden in een systeem van het opkopen en verkopen van het recht op uitstoot. Maar wat zou er gebeuren indien niet alleen die zware industriële sectoren, maar individuele burgers ook ingeschakeld worden in een systeem van emissierechten? En ik ben daarover beginnen nadenken en ik heb gemerkt dat ik niet de eerste en niet de enige ben. En het meest uitgewerkte model komt van een Britse onderzoeker, David Fleming. Ik kende de man niet. Misschien zijn er mensen in de zaal die hem kennen. David Fleming was een Britse denker, activist, ook een ecologische pionier. En ik heb ooit gelezen dat de aanvankelijke headquarters van de Britse Groene Partij ongeveer zijn keukentafel waren. Zijn er mensen in de zaal die hem kennen? David Fleming. Hij is in 2010 onverwachts overleden in Amsterdam nog wel. Maar die man heeft heel veel denkwerk verricht en wellicht zijn meest duurzame denken ging in het domein van die individuele emissierechten. En hij sprak over TECs, T-E-Q's, Tradable Energy Quotas, verhandelbare energiequotas. En dit is een bijzonder interessant model. En een interessant model omdat het eigenlijk gaat over een breidelen van het kapitalisme. Want hij combineert letterlijk het kapitalisme met het breidelen. Een cap en een trade. Het plaatsen van een bovengrens en het toestaan van handel binnen onder die bovengrens. Het lijkt, om de metafoor van het paard terug te nemen, het lijkt alsof hij pleit voor het zetten van weidepalen en het duidelijk afbakenen van het speelveld waarbinnen een kapitalistische, een marktdynamiek kan galopperen. Ik overloop het eventjes. Heel kort, er bestaat inmiddels wat literatuur over, maar ik overloop een aantal stappen. David Fleming zei, we weten hoeveel we als planeet nog mogen uitstoten. We weten, of we kunnen berekenen, hoeveel we als land, als individueel land nog mogen uitstoten. En we weten dat we jaarlijks moeten afbouwen om 2050 op zero net uit te komen. Als je die drie dingen optelt, dan kan een nationale onafhankelijke carbonraad jaarlijks bepalen wat het carbonkrediet is voor het volgende jaar, voor 2022 of 2023. En dat beschikbare carbonkrediet, wat dus jaar na jaar gaat verminderen, dat beschikbare carbonkrediet kan je uitdrukken in een aantal units. En die units is een soort alternatieve munteenheid. Je zou ze kunnen noemen, naast de euro's heb je dan ook carbo's. Ik licht het toe. David Fleming stelde voor om dat carbonkrediet, dat jaarlijkse nationale carbonkrediet, die hoeveelheid units, om die jaarlijks te verdelen. 60% gaat naar een marktplaats, een openbare markt. 40% en 60% gaat naar individuele burgers. En wat betekent dat? Het betekent dat elke burger die 18 jaar of ouder is, op elke maandagmorgen op zijn telefoon of OV-kaart of ander betaalmiddel een aantal van die units krijgt. Elke week evenveel voor de duur van dat jaar. En het jaar daarop zal het een beetje minder zijn. En die carbo's, bijvoorbeeld je krijgt er 100 op maandagmorgen, die carbo's heb je af en toe nodig als je fossiele aankopen doet. Met name wanneer je benzine tankt of diesel, of wanneer je je energierekening betaalt of een andere fossiele uitgave doet. Het gaat over een relatief beperkt aantal transacties, misschien een 20-tal, 30-tal, 40-tal, 50-tal per jaar. En dus naast aan de pomp, wanneer je gaat tanken met je fossiele wagen, moet je naast het bedrag in euro's wat nu verschijnt en de laatste weken zo stijgt, moet je tegelijkertijd een bedrag aan carbo's van je wallet laten afschrijven. Het voordeel van dat model is dat mensen die zuinig leven of mensen die armlastiger zijn, die kunnen de units die ze niet gebruiken, kunnen ze zelf naar die publieke marktplaats brengen met een aantal drukken op de knop. Waarbij ze op wekelijkse basis een aantal tientjes zouden kunnen verdienen. Op maandbasis of op jaarbasis zou het gaan om honderden euro's. En David Fleming ontwikkelt dat model omdat hij denkt dat het, en ik denk dat hij gelijk heeft, dat het een eerlijker model is dan het taxeren van CO2 waar we nu mee bezig zijn.
Wij taxeren CO2, we maken het duurder in de hoop dat dit tot gedragsverandering zal leiden. Maar bon, zo hebben we ook geredeneerd met tabak destijds. Als we de pakjes sigaretten duurder maken, gaan mensen minder roken. Maar wat bleek, mensen bleven evenveel roken, ze besparen op andere uitgaven. Dus een prijsstijging leidt maar zeer beperkt tot een gedragsverandering. Bovendien weet je niet zeker, met het verhogen van de CO2-tax, weet je niet zeker dat je inderdaad je jaarlijkse afbouw zal realiseren. Je hoopt het, maar je weet het eigenlijk niet. Terwijl bij Fleming begin je met het beperken van de uitgifte. En dus, wie zijn eenheden niet gebruikt, kan ze verkopen. Die komen terecht op die publieke marktplaats, waar al 40% van die units zitten. En op die marktplaats, en nu wordt het interessant, op die marktplaats moeten overheden en bedrijven hun carbo's kopen. Bedrijven en overheden krijgen ze niet gratis op maandagmorgen op hun rekening. En de opbrengsten van die virtuele markt, die kan je gebruiken om bijvoorbeeld de woningen van de armsten te helpen isoleren. Zijn voorstel van Tax was meer dan een losse flodder, een essay. Het is uitgewerkt in een aantal rapporten. En het Britse parlement heeft er een aantal jaar met een all-party group over gebogen. En dat heeft in 2010 tot een zeer interessant rapport geleid over de Tax. Het is online te vinden. Waarbij die all-party parliamentary group concludeerde dat het eigenlijk de beste maatregel was om onze verplichte carbonreducties te gaan reduceren. En de voordelen zijn legio. Ten eerste, je weet zeker dat je het haalt, in tegenstelling tot het carbontax. Ten tweede, je stimuleert het bewustzijn, want je maakt eigenlijk iedereen verantwoordelijk over zijn eigen uitstoot. Er is trouwens één plek ter wereld waar het ooit is uitgeprobeerd, een piepklein eilandje ten noorden van Australië. Experimentele fase, heeft iemand een proefschrift over geschreven. Binnen enkele maanden tijd was het ecologisch bewustzijn van die hele gemeenschap op dat eiland enorm gestegen en mensen begonnen te waken over hun eigen uitstoot. Ten derde, je laat de armen verdienen aan de transitie in plaats van hen te laten betalen aan de transitie. Ten tweede, je laat rijkeren en bedrijven grotere inspanningen leveren volgens een principe de grootste vervuiler betaalt. En tot slot, je breidelt het kapitalisme, omdat je een ecologisch duurzaam model combineert met een sociaal rechtvaardige maatregel. Dat wat betreft de twee voorstellen die ik vanavond als tools wil suggereren, manieren om het kapitalisme in te tomen, burgers mee laten praten in de vorm van een burgerraad, burgers mee laten handelen dankzij de uitgifte van individuele emissierechten. Die dossiers zijn te complex om in een korte Gaia-lezing van 15 minuten in te leiden. Ik kan me inbeelden dat de traditie van de Gaia-lezing volgend jaar de spreker 3 kwartier geeft, maar ik probeer mij aan de tijd te houden. Het gaat erom enkele tools te ontwikkelen om het kapitalisme van zijn destructieve kanten te genezen. Een paard loopt eleganter en duurzamer indien het niet op hol slaat. Ik dank u zeer. Dank u wel. Dank u wel. Ik ben iets kleiner dan David, maar we delen wel de Belgische nationaliteit. Dus goeie avond allemaal. Ik ben Christophe Calvo. Ik ben Kamerlid voor de Vlaamse Groenen, maar vooral, zeker vanavond, fellow voor het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. En ik heb het genoegen om het panelgesprek en ook de vragensessie met jullie in goede banen te leiden. We gaan dat met David doen, maar we gaan er nog 3 mensen bij halen. Ik zou zeggen, Joke, Senna en Vert, kom erbij op de stoeltjes. En jullie mogen ze verwelkomen met een hartelijk applaus. Voilà. We gaan het een half uurtje hebben over het kapitalisme. We gaan de ongelijkheid bestrijden. We gaan de klimaatverandering bestrijden. We gaan het over het sociaal overleg hebben, over nieuwe vormen van democratie. Dus het half uurtje zal sowieso te kort zijn. Dat is ook meteen de reden waarom we het niet over België en Nederland van afgelopen vrijdag gaan hebben. Anders uiteraard wel. Dus goeie avond. Dankjewel David voor de prachtige voorzet.
een grote promotie om inderdaad de lezing volgend jaar opnieuw te doen en wellicht ook nog langer te doen. Ik ga misschien eerst naar de andere panelleden. Er valt veel te bespreken, maar laat ons misschien beginnen bij de voorstellen die David met ons heeft gedeeld. De voorstellen om burgers te laten meepraten en de voorstellen om burgers te laten handelen, mee te laten bepalen. En ik begin dan bij Joke. Als dat mag, Joke. Goedenavond, filosoof en schrijfster. Voor jullie allemaal wellicht bekend. Ik begin bij jou omdat je bij de voorbespreking verklapt hebt dat je eigenlijk wel een hele grote believer bent van de burgerberaden. Dus kan je daar eens mee aftrappen? Waarom ben je zo enthousiast over het idee waar David ondertussen toch al 10 jaar de lage landen mee betovert? Is het voldoende om die marktmacht van het kapitalisme, om die brutaliteit te beteugelen? Of is het in elk geval een belangrijke stap wat jou betreft? Ik heb over die burgerberaden, mede geïnspireerd door David, geschreven in een essay, De Tijkeren, waar ik eigenlijk de historische wortels van dat project heb onderzocht. En die gaan ver terug, tot aan de Parijse Commune, 1871, waar we eigenlijk getuigen zijn geweest van de eerste volksraden, die met bijzonder veel succes overigens de voedselvoorziening en hygiëne in Parijs weer herstelden binnen enkele maanden, maar vervolgens door de opvolger van Napoleon III, ja, met z'n allen werden vermoord, 40.000, dus dat schoot niet meteen op. Later is het gedachtegoed hernomen door met name Karl Liebknecht en Rosa Luxemburg. En die hebben daar dat echt als fundament onder hun sociaal-democratie gelegd, als het ware. Die gedachte is later, niet door een bewonderaar van Luxemburg, namelijk de politieke denker Hannah Arendt, in haar boek On Revolution en in andere werken, als eigenlijk een noodzakelijke aanvulling op de parlementaire democratie gezien, omdat die parlementaire democratie volgens deze denkers van zich uit eigenlijk oligarchische trekjes vertoont. En dat komt heel eenvoudig weg, omdat 150 mensen de hele bevolking moeten vertegenwoordigen en daarbij meestal ook uit dezelfde soort vijvers wordt gevist, waardoor de alle verschillende bevolkingslagen onvoldoende gerepresenteerd zijn. En als aanvulling daarop, en daar kan ik helemaal instemmen met David, vanuit meer die democratische gedachte, zou burgerberaden een goed idee zijn. Maar je hoort misschien een komma in één zin. Ik zal het kort houden, maar ik ben nog aan het nadenken over, ik ben natuurlijk ook schrijver, dus ik moet nadenken over Davids metafoor van het paard. En ik vraag mij werkelijk af of dat paard van David, waarmee hij het kapitalisme vergelijkt, van dat andere dier kan winnen waarmee het eerder is vergeleken. En ik vind eigenlijk van niet. Dat andere dier was, u raadt het waarschijnlijk in de zaal, grote visachtige. Shark capitalism. De haai. En ik vind dat toch eigenlijk gewoon als metafoor geschikter om die destructieve krachten van het kapitalisme, wat nu eenmaal moet groeien. Dus je vindt de metafoor van het paard iets te braaf. Ja, want een paard vind ik gewoon een prachtig dier. En ik zie niet, ik zie weinig destructiefs. Ik heb veel paarden bestudeerd in mijn leven. Ik heb zelden paard gereden overigens, maar aan het paard op zich zie ik weinig metaforisch vergelijkt met kapitalisme. En daar is misschien ook wel het grote verschil tussen David en mij, omdat ik meer in de traditie van Luxemburg en Arendt een veel grotere, fundamentelere kritiekaster van dat kapitalistisch systeem ben. En dat ik niet geloof dat we op dit moment van de geschiedenis in 2022 nog met een correctie kunnen volstaan. Oké. Ik ga David zo meteen de kans geven om daarover te reflecteren. Dus de discussie over een haai of een paard stellen we nog even uit. We gaan dat ook op het einde van de avond gaan we dat peilen in de zaal. Is het nu een paard of een haai? Dus begin er alvast over na te denken. Iemand die heel veel ervaring heeft met het overleg, het beraad in Nederland, is onze andere gast, Fert. Dankjewel om erbij te zijn. Om tijd vrij te maken, ook op heel korte termijn. David zei,
Het is het moderne sociale overleg. Sociaal overleg is jou heel, heel erg bekend. Ja. Zie je dat goed komen? Is dat inderdaad het alternatief dat ernaast wordt vervangen? Ik heb inderdaad vakbondsgeschiedenis. Ik heb bijna 10 jaar bij de FNV gewerkt. En toen werd de FNV ging heel progressief milieubeleid voeren. Dat kwam niet alleen door mij uiteraard, maar dat was in de tijd van Johan Stekelenburg. En toen kreeg je dat Zorgen voor Morgen. Dat was weer het volg op de Club van Rome. En toen heeft de Nederlandse vakbond gezegd, wij gaan niet tegen milieubeleid, maar we zijn ervoor. Maar we willen tegelijkertijd de arbeidsrechten ook een beetje beschermen. Dat is de enige vakbeweging in de wereld die dat ongeveer deed. Want vakbewegingen zijn bijna altijd tegen milieubeleid. Hè? Al, ja, we hoorden natuurlijk altijd wel voor, maar ik bedoel in de praktijk niet. In die traditie plaats ik mezelf wel. Mm-hmm. Overigens ook Jesse heeft nog een tijdje in de SER gezeten. Maar de SER heeft in die tijd ook echt milieuadviezen gemaakt. Dus het stond niet in de naam. Milieubeweging is opgenomen in de SER in Nederland. Heeft ook een grote invloed gekregen. Mm-hmm. En dat is dus begonnen in eind 80 jaar, denk ik al. En die traditie moeten we uitbouwen, dat vind ik wel een heel goed idee. Omdat de SER ook de laatste jaren hele stevige milieuadvies heeft gegeven. En we hebben in Nederland, in zelfs de paarse kabinetten, juist in de paarse kabinetten, hebben we ecotaxen ingevoerd waarmee we koploper waren in Europa. Mm-hmm. En Nederland was ook koploper in Kyoto. Minister De Boer was de aanvoerder van de Europese ministers om een goed Kyoto-verdrag te krijgen. Dus op zich hebben we wel een traditie om in Nederland, en dat zou ik aan willen vasthouden, dat de factor arbeid, de vakbonden, de werknemers in welke vorm dan ook, een belangrijke rol spelen. Vandaar dat Noortje Thijssen, voorzitter van het Wetenschapsbureau van GroenLinks, en ik ben van de W.J. de Beckman Stichting, het Wetenschapsbureau van de Partij van de Arbeid, wij hebben samen een EMEI-lezing gehouden. En dat vond ik wel een mooie symbolische toestand. We gaan ook samen projecten doen om juist de gevolgen voor arbeiders, om het maar zo te zeggen, van vergroening, die natuurlijk veel sneller moet, om dat met hun samen te ontwikkelen. En dan, ik maak het niet te lang, maar dan sluit ik dus wel aan of het nou ecotaxen zijn of credits, dat is dan vers 2. Ik zie nu al hoe belangrijk het is dat het Europese handelssysteem eindelijk gaat werken. Want nog maar pakweg 4-5 jaar geleden kostte een ton CO2 maar 5 euro. We hebben de 100 euro al overschreden. Ik weet niet hoe het nu is, maar we zitten veel hoger. Dus ieder bedrijf, of die nou wil of niet, moet nu sommetjes maken van, hey, kan ik die energie nog wel betalen? Dit was al voor Oekraïne. Want CO2 wordt zo duur. En dan moet je vanzelf, om in klassieke zin zelfs rendabel te zijn, moet je gewoon investeren in energiebesparing. Ja. Ik kom zo meteen tot het tweede voorstel van David. Ja. Nog heel even het verhaal van de burgerberaden. Hè, waar dat je naast sociale partners ook echt burgers betrekt bij sociaal-economisch en dus ook ecologisch beleid. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik heb daarom gaan we dat project met GroenLinks, gaan we juist ook met vakbonden doen, maar ook met ondernemersraden. Want naar ons komen ondernemersraden van kunstmestfabrieken ook al van, wat kunnen jullie voor ons doen in de Tweede Kamer? Hè? We willen een werkgarantiefonds bijvoorbeeld. Maar voor burgerberaden, ik ben 12 jaar burgemeester van Leeuwarden geweest. En toen heb ik ook natuurlijk geleerd, hoe doe je dat nu? En een valkuil is altijd dat dan toch weer de mensen komen die altijd al komen naar inspraakavonden en zo meer. Dat is dus echt ingewikkeld. Daarom zeggen jullie ook terecht, je moet aselect mensen kiezen. Mm-hmm. Maar dus in Nederland zijn we dat niet gewend. En in Amerika is men gewend, als jij wordt gekozen voor de jury in de rechtspraak, dan ga je gewoon. Je mag niet weigeren. Op geen enkele wijze mag je weigeren en dat is ook geaccepteerd. Referenda hebben een traditie in Zwitserland bijvoorbeeld. Maar wij moeten dat dan wel leren. Dus ik vind het een zeer interessante experimenten, maar ik vind het ook heel moeilijk. We hebben het geprobeerd in Leeuwarden, maar het ging niet. Maar ik zal de evaluatie lezen van David. En dan, David zal er zeker nog iets over kunnen vertellen. Ik ga nog heel even naar... niet heel even, maar ik ga gewoon naar Senna. Ik moet opletten dat ik haar niet te veel spreektijd geef, want ik ben een ongelofelijke fan van Senna. Dus Senna, ik ook van jou, Christophe. Ik ook van jou. Dank je wel. Dank je wel. Het bestaat vriendschap in de politiek. Maar Senna, waarom zou het de burgerberaden... David zei het al, het is nog niet ingeburgerd in Nederland. Heb je daar een bepaalde verklaring voor? En twee, je hebt de burgerberaden om het sociaal-economisch beleid te democratiseren, om het paard of de haai te beteugelen. Daarnaast heb jij ook in het werk voor het wetenschappelijk bureau heel veel ideeën geformuleerd om bedrijven zelf een stukje te democratiseren. Dus misschien die twee punten even samen aansnijden. Ja, je moet me afkappen als het dus te lang is of te snel. Ik geef ook die andere microfoon terug. En voordat ik antwoord geef op je vraag, had ik twee dingen die ik wilde zeggen. Het eerste was dat ik team octopus ben, voor zometeen, aan het einde van de avond, voor de metafoor. Dus niet het paard. Begint er een heuse dierentuin te worden. Ik dacht, voor ons beraad bij de borrel. Mm-hmm.
En het tweede wat ik wilde zeggen is, ik kan nu dus nu niet bij mijn notitieboekje. Want er zaten wel echt een paar hele krachtige zinnen in jouw betoog. En ik ben benieuwd wat het was geweest als het 45 minuten was. Dus mijn taal zal iets platter zijn. Ik vond het twee hele interessante ideeën, dat was jouw vraag. En een van de dingen waar we... ik ben samen met onder andere Hans, die daar zo zit, zijn we bezig met een project dat heet Voorbij het kapitalisme. En daar hebben we, zijn we met de vraag bezig. Hoe werkt ons economisch systeem? Wat zien we? Waar komt het vandaan? Wat zien we in andere landen? En wat ik interessant vind aan de democratiseringsbeweging, het gaat heel erg over meepraten in de publieke besluitvorming. Wat ik steeds meer denk, is het gaat ook over eigendom en eigenaarschap. Van wie zijn de productiemiddelen? Van wie zijn de dingen die van waarde zijn? En een van de dingen die we zien, in ieder geval in Nederland, maar eigenlijk in heel West-Europa, is dat we door de tijd heen heel veel verschillende dingen van waarde, die hebben we aan de markt overgelaten, hebben we ook geprivatiseerd, hebben we dus ook minder invloed over vanuit publieke besluitvorming. En interessant is dat ook in de arbeidersbeweging heb je eigenlijk de strijd over het bedrijf heb je een beetje verloren. Want je hebt een gesprek op de arbeidsvoorwaardentafel. Maar wie is eigenaar van het bedrijf? En wie mag zeggen wat er gebeurt? Wie mag zeggen wie je uitbuit, wat je vervuilt? Dat is eigenlijk steeds minder zijn dat publieke belangen in een boardroom ergens anders. Dus naast de beweging van democratisering zou ik een stap verder willen gaan. En ook zeggen, het gaat dus ook heel erg over het eigenaarschap en van dan? Het marktproces. Hoe dan? Welke initiatieven het mogen van jou verwachten? Ja, we zijn net begonnen met een traject, dat moet ik nu al het helemaal af hebben. Ik dacht, jij gaat zeggen, nu is je tijd voorbij. En dan had ik drie goede zinnen gezegd. Maar je bent te bescheiden, want in jouw stuk heb je al meteen een aantal voorstellen gedaan om ook de ondernemingsraad te democratiseren bijvoorbeeld. Zeker. En ik denk dat we niet altijd nieuwe dingen hoeven te bedenken. Dus een van mijn lievelingsconcepten zijn bijvoorbeeld woningcoöperaties. Hebben we gewoon al. Hadden we al bedacht. Dus het is misschien ook wel het heruitvinden van concepten in grote schaal. En dat durven doen. En dan kom je misschien op het voorbeeld of het nou in Leeuwarden is of ergens anders. Het is niet in de marge, maar het is in de kern van hetgene wat je aan het doen bent. En dan kan ik nu, en dan gaan we het verkiezingsprogramma van GroenLinks en ook een stukje verkiezingsprogramma PvdA, of het nou op het kinderopvang gaat. Maar ook bijvoorbeeld de energievoorziening, om even kort te reageren op het tweede voorstel. Doe maar. Want het gebruik gaat eigenlijk het voorstel over. Maar de vraag is, waar komt je productie vandaan en wie is eigenaar van de nutsfunctie? En wat we steeds zien is, ook dat stuk hebben we eigenlijk helemaal aan de markt overgelaten. En ook daar denk ik dat publiek eigenaarschap of gezamenlijk eigenaarschap, ik krijg iets in mijn portemonnee van de wind en de zon die nu steeds verder in de rij bij de mensen in de ogen schijnt. Ook daar zou ik eigenaarschap willen zien. Dus niet alleen inspraak. Maar ook eigenaarschap in het economische proces. Oké. En misschien, je helpt mij het gesprek te modereren door al naar het tweede voorstel te verwijzen. Hoe kijk je daarnaar, Senna? De tweede voorstel van het individueel pakketje CO2 en de marktplaats, kopen en verkopen, dat maakt er nog geen deel uit van jullie werk voorlopig. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het prikkelend en ik heb er nog niet lang over nagedacht, dus ik heb niet een goed antwoord, denk ik. Maar voor de discussie is ook leuk, zal ik dan zeggen dat ik het ermee oneens ben. Dat is gewoon leuk, denk ik, voor het gesprek in het panel. Want als je niet uitkijkt, ben je een markt aan het creëren en ook concurrentie aan het creëren. En de allocatie van die markt zou kunnen zijn dat zij die meer vermogend zijn, meer toegang hebben tot uitstoot, omdat zij dat zich kunnen veroorloven. Nou, was in het voorstel, kregen de burgers natuurlijk gestort op de rekening en moesten andere partijen dat gaan betalen. Maar de ervaring die we hebben van heel veel van dit soort marktsystemen is uiteindelijk dat het toch heel moeilijk is om die goed te runnen. Dus dat zou voor nu mijn antwoord zijn. Okay. Misschien dan de micro even doorspelen aan David, want het zal niet de eerste keer zijn dat je dat dit idee op die manier gechallenged wordt. Hè? Want de kritiek op marktwerking klinkt heel luid en assertief, zowel in België als in Nederland. En dan kom je eigenlijk met één grote marktplaats. Wordt dat geen speelplaats voor de ecocapitalisten? Wel, als die speelplaats ommuurd is door een maximale jaarlijkse uitgifte, helemaal niet.
dan krijg je net de garantie dat je je doelstellingen zal halen. Ik ken op dit ogenblik geen enkel model wat erin slaagt om die zero net te gaan bereiken in 2050, omdat we net zoveel ramen laten openstaan. Hier wordt van meet af aan bepaald van zoveel mogen we dit jaar nog uitstoten. En daar, dus dat vergt wel een rol van de staat. Hè. Je gaat werkelijk zeggen van dit is het speelveld. En dus binnen dat ommuurde speelplein wordt er inderdaad handel bedreven. Maar het is een zeer gebreideld, ingetoomde vorm van marktwerking, waarbij opnieuw burgers eigenlijk gratis tools krijgen en overheden moeten betalen voor die tools. En waarbij de mogelijkheid bestaat om, ik heb het daarnet al verteld, waarbij de minst vermogenden de mogelijkheid hebben om iets te verdienen aan de transitie. Alle modellen die ik nu zie, doen de zwaarste lasten op de frailste schouders belanden. Dat vind ik een problematische ontwikkeling in elk geval. Oké. Misschien, ik ga het tweede idee ook zeker nog bij de andere panelleden neerleggen, maar misschien jouw reflectie nog op toch al even om de dierenkwestie niet helemaal uit te stellen tot het einde. Was je niet te lief voor het kapitalisme? Ja, ik heb gewoon verder gewerkt. Ik ben beginnen nadenken. We gebruiken de term ongebreideld kapitalisme. Ik beginnen nadenken over het woord. Waar komt dat woord vandaan, breidelen? En zo kwam ik al snel bij de equestrische zoologie terecht. Uiteraard zit er een destructieve, graaiende, schrokkerige dynamiek. Shark capitalism is absoluut een feit. Ik hoorde gisteren over een nieuw Chinees textielbedrijf, Shein. Ik had er nog nooit over gehoord. Een soort combinatie van een sociaal platform, een Primark, maar dan nog maal duizend, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk het haaienkapitalisme waar ik zeer, zeer grote moeite mee heb. Voor alle duidelijkheid, mijn verhaal was geen pleidooi om het kapitalisme te honoreren door er een nieuwe tuinhekje omheen te zetten. Mijn verhaal probeert een praktische oplossing te zoeken, en dat is wat veel van mijn werk is. Het is heel simpel. We hebben nog 8 jaar. We moeten binnen de 8 jaar de bocht nemen om in 2050 te kunnen landen. Ik wil hele uitvoerige ideologische, filosofische discussies voeren over wat de ideale samenleving zou moeten zijn. Maar als we die bocht in de komende 8 jaar willen nemen, dan zullen we helaas moeten werken met wat we vandaag hebben. En ik denk, alles afbreken en opnieuw beginnen, ik heb daar zelf veel zin in, maar de geschiedenis toont aan dat dat meer dan 8 jaar duurt. Dus wat dat betreft is voor mij een zeer pragmatische insteek. En u kan me misschien te veel aan pragmatiek verwijten. Ik ben nogal beïnvloed door de Belgische politiek, waarin een Jean-Luc Dehaene, jarenlang onze premier is geweest, die werd omschreven als de loodgieter. Ik ben hier de loodgieter van dienst. Dan vind ik dat je jezelf oneer aan doet. Nou, vooruit. Want je bent er echt van overtuigd dat individueel pakketje emissierechten, dat lijkt jou een pragmatisch voorstel. Dat lijkt mij een pragmatisch voorstel, maar het heeft ook echt een ongelooflijke educatieve waarde. Allee, dat voorbeeld van dat onderzoek in dat eiland ten noorden van Australië toont aan wat er gebeurt met interactie als je de interface verandert. Heel veel van mijn werk bestaat erin te sleutelen aan de interface. Wat verandert er aan democratie als je burgers ruimtes geeft om met elkaar te praten? Wat doet het met polarisering als je mensen die alleen maar tegenover elkaar schreeuwen op sociale media plotseling samenzet? Wat doet het met ecologisch bewustzijn als je mensen laat waken over hun eigen uitstoot? Ik ben eigenlijk aan het zoeken naar de interfaces die het gedrag nudgen in een andere, constructievere richting. Voor mij is dit onderwerp relatief nieuw. Ik heb het 2 jaar geleden beginnen ontwikkelen, maar ik was ook een boek over Indonesië aan het afwerken in die tijd. Ik ben er pas de laatste maanden in gedoken. En volgend weekend ga ik trouwens naar Oxford, naar de man die toenmalig medewerker was van David Fleming, Sean Chamberlain, die op dit ogenblik een van de interessantste radicale denkers is binnen het Britse ecologische denken. En hij is degene die dit gedachtegoed blijft uitdragen. En om een aantal van de vragen waar ik zelf ook mee zit met hem te bespreken. Maar bedoeling is wel om daar ooit... dit moet niet alleen een intellectuele exercitie blijven. Ik zit sinds kort in een overheidsadviesraad in België. Het Hoog Comité voor de Rechtvaardige Transitie. Het is een mond vol. En ik probeer ook die discussie daar te introduceren. Dus voor mij gaat het echt over beleid. Dus wellicht kunnen jullie binnen 2 jaar vertellen. Ik was erbij op de Gaia-lezing toen David van Rijbroek zijn nieuw boek heeft aangekondigd over de individuele emissierechten. En om aan dat boek te werken wil ik ook de andere panelleden even de kans geven om over dat voorstel na te denken. We hadden in het vorige gesprek ook al over de uitdaging om rood en groen met elkaar te verbinden, inhoudelijk dan.
Is dit een voorstel waar jij enthousiast van wordt, Joke? Of zie je andere dingen om rood en groen inhoudelijk met elkaar te verbinden? Nou ja, politieke komt misschien ook straks. Ja, goed. Ik weet niet of we die discussie ook nog doorheen kunnen fietsen. Of we rood en groen met elkaar moeten verbinden. Ik zou denken dat de urgentie dermate hoog is. Dat we dat noodgedwongen zeker moeten doen. En ook met enthousiasme. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar ik laat nog even terugkeren naar het voorstel van David. Dat ik dus voor de helft van harte ondersteun. Dat het een democratische vernieuwing is. Die noodzakelijk is omdat zoveel mensen afhaken. En op hele rare partijen gaan stemmen. En überhaupt geen geloof meer in de politiek hebben. En wantrouwen koesteren ten aanzien van Den Haag enzovoort. Enzovoort, dat het voor heel veel problemen in de samenleving zorgt. Dat alles valt ook onder het voorstel van David. Onder die en daar kunnen we dan iets aan doen. En we hebben nu eenmaal dat draagvlak nodig om vervolgens ook allemaal andere leuke plannen uit te gaan voeren waar burgers zo verantwoordelijk gaan worden, zoals in het tweede voorstel voor hun eigen energiegebruik. Mijn kanttekening zou zijn dat we mijn analyse nogmaals fundamenteler lijkt dan die van David, hoewel dat misschien niet is. Ik denk dat er zoiets mis zit aan het economisch model van het hyperkapitalisme of het high-kapitalisme, dat we echt niet de ene discussie zonder de ander kunnen voeren. Interessant is overigens dat we in onze jury hebben gezien dat bijna alle essays, interessant ook voor de GroenLinks-achterban, dat we weten, iets proberen te denken wat voorbij dat kapitalisme gaat of daar een fundamentele kritiek op vorm. Dus we moeten die discussies, lijkt mij, tegelijk voeren. Bijvoorbeeld de burgerberaad, om nog maar even iets anders te zeggen, is onder de druk van de neoliberale beleidsvoering van de afgelopen decennia is het onderwijs bijvoorbeeld, zijn er enorm veel bezuinigingen op geweest. Kijk, we moeten natuurlijk niet zo krijgen dat op een gegeven moment de helft van Nederland amper meer kan lezen en schrijven, want als we daar de onderzoeken over, maar wel in een burgerraad gaan zitten. Kijk, het hangt allemaal met elkaar samen. Je moet fundamenteel proberen om die publieke sector weer sterk te krijgen. Onderwijs en zorg weer werkelijk tot de belangrijkste taken van de overheid zien. En dan klinkt jouw voorstel, snap je, een beetje van, nou ja, geef die burgers hun eigen energiepakketje. En ja, dan kan die overheid weer wat, ja, wat dan gaan. Begrijp je wat ik bedoel? Dus ik vind het een fundamentele discussie die vanuit verschillende invalshoeken aan elkaar verbonden moet worden. Geen burgerberaad, terwijl we gewoon neoliberaal blijven bezuinigen op onderwijs. Ik bedoel, dat heeft geen enkele zin. Ja, maar ik begrijp jouw bezorgdheid, hè? Dus je zit in een omgeving van haaien. Dus als je, David stelt zich kwetsbaar op door twee voorstellen te doen, weten dat er natuurlijk nog acht anderen moeten volgen. Maar als je zegt van je plafonneert de uitstoot en je verdeelt die eerlijk, lijkt toch een vrij fundamentele ingreep. Ja, jij was ook wel bedenkelijk aan het kijken toen we het voorstel aansneden. Dus ik ben ook wel benieuwd. Ja, dat was een ingrijpende maatregel. Het is, ja. Het is een mooie paradox dat een hyperkapitalistisch instrument wordt ingezet, namelijk persoonlijk eigendom. Dus niet collectief eigendom, maar persoonlijk eigendom. Want je krijgt op maandag die rechten. En dan moet je de beste prijs voor zien te maken. Dus als dat niet greed, naijver, jaloezie introduceert, dat zou knap zijn. En ik maak daarbij het voorbeeld, als je op het platteland woont en je moet wel een auto hebben, want er zijn per definitie al komt er één bus of 10 bussen. Je moet dan toch meer een auto hebben dan in de binnenstad. Dus ga ik dan, ik woon in de binnenstad van Haarlem, ga ik dan mijn rechten verkopen aan een plattelander in Friesland? En dat is ook het probleem met basisinkomen. Die discussie kennen we ook allemaal. Mm-hmm. Iedereen is voor een basisinkomen. Maar dan moet het wel 1000 euro per persoon zijn. Dus voor een echtpaar of samenwonende 2000 euro. Maar dan zegt iedereen, ja, maar dan ga ik niet meer werken. Bij wijze van spreken. Omgekeerd, je hebt schaalvoordelen als je samenwoont met z'n tweeën. Mm-hmm. Dus dan zeggen mensen, maar ik begrijp die bedenkingen. Het ook verdelen aan het begin is heel moeilijk. En om dat binnen 8 jaar voor elkaar te krijgen, dan hou ik toch maar even vast aan de heffingen. Want heffingen hebben het voordeel dat je die juist wel ideaal kunt aanpassen. Je zei net, heffingen hebben een nadeel, want die zijn vaak te laag. Ja, je kunt ze gewoon verhogen. En dat doen we ook regelmatig. En je kunt ze zelfs, weliswaar op foute redenen, ook nog wel eens een keer verlagen. Dus ik vind heffingen zijn net zo effectief. Nederland was de eerste in de wereld. Al in de 60 jaar voerden wij een heffing in op afvalwater van fabrieken. En dat was omdat we gewoon geld wilden ophalen voor de zuiveringsinstallatie. Binnen de kortste keer hadden al die bedrijven zuiveringsinstallaties, hoefden ze niet meer te betalen. Dus dat had een dubbel effect. Maar daarmee kun je de heffingen, in het economisch theorieboekje maakt het niks uit, hè? Of je heffingen doet of een verdeling van recht of een heffingen.
is theoretisch hetzelfde, maar ik denk dat heffingen toch makkelijker zijn en laat de burgerberaad het wel bepalen. Want dat vind ik het goede. Er moet toch draagvlak zijn voor wat je ook doet. En ik denk als je individuele rechten gaat geven, krijg je toch ruzie. Want waarom krijgt iemand die rijk is net zoveel heffingen rechten als een ander? Of kan veel rechten kopen van iemand die arm is? Ja, het is een hyperkapitalistisch voorstel. Daar heb ik nog geen dierennaam voor bedacht. Maar het is een uitlokkertje, ik ben benieuwd. Ja, maar ik wil... Is er de heffingen zeg je van, oké, dat gaan we dan doen, dat is beter. Maar ja, mensen die veel geld hebben, dat is toch makkelijker om die heffingen te bepalen. Nee, maar daar ben ik voor. Een heffing levert geld op en dat hebben we zelfs in Nederland ook al gedaan. Mensen geven aan de onderkant extra geld terug. Dus je betaalt wel een heffing als je veel benzine gebruikt. Maar je krijgt wel allemaal dezelfde arbeidskorting of dezelfde heffingkorting. In Canada hebben ze ook het voorstel van klimaatinkomen. Dus daar worden heffingen verhoogd, maar iedereen krijgt iedere 3 maanden een bedrag, zoals een soort kinderbijslag. Dus je krijgt een vast bedrag, en dat wil ik in Nederland ook wel invoeren, dat gaan we in onze werkgroep bespreken met GroenLinks. Want dan geef je dus niet een algemene belastingkorting, die ook algemeen heet, maar dan ga je zeggen, nee, u krijgt een klimaatkorting van €100 per maand. Oké. Want de klimaatkosten gaan omhoog. Dat is veel beter dan accijnsverlaging. We hadden daar een heel essay over, overigens. Oh. Ja. Een heel essay over dit idee. Oh, dan gaan we straks even uitwisselen. Dus het brugje wordt al gemaakt naar de essaywedstrijd. Er is blijkbaar ook een essay ingediend rond het klimaat. Alsnog gaat iemand stijgen rond het klimaat. In de ranking. Komen dus jullie eerste prijs. Hebben jullie niet zo heel veel werk meer om dat idee uit te werken, want er is ook een essay ingediend rond het klimaatinkomen. Ik wou nog een aantal andere vragen stellen, maar de avond draait ook rond mee praten, mee beslissen. Ja. Dus ik ga even naar de zaal. Misschien keer ik straks nog terug met een afzettende eigen vraag. Collega's van het wetenschappelijk bureau lopen rond met de micro om jullie de kans te geven om vragen te stellen. In België is het zo dat een vraag meestal heel kort is. en ook wordt afgesloten met een vraagteken. En ik kijk even naar Jesse Klaver en die knikt bevestigend. In Nederland is dat ook zo. En dus zeker om een aantal mensen de kans te geven een vraag te stellen, zou ik willen vragen, wees kort in de vraagstelling, geen statement, dan had u een essay moeten insturen. Dus een korte vraag en liefst gericht aan een bepaald panellid. En ik stel voor dat we een drietal vragen na elkaar nemen om dan naar de panelleden te gaan. We beginnen met een vrouw, want mijn ervaring is ook dat het altijd eerst de heren zijn die hun hand opsteken, maar ik zie ook meerdere vrouwen deze keer. Dus we beginnen met u. Ik ben voor het VVC-model geïnteresseerd. Wat me wel afvroeg is, waar in het model komt dan de uitstoot die veroorzaakt wordt voor de productie van het spullenboek? Dus waar in het model komt er dan de uitstoot tegen van alle spullen die er komen? Dus 300 kilo voor een laptop, weet ik veel voor cement, wat we uit een gebouw neer te zetten. Oké, helder. Dat zijn achter u zit ook een vrouw. Ik denk in het verlengde. Ik vraag me af, als dat dan wordt geïntroduceerd, het systeem van persoonlijke emissierechten. Wat dat betekent voor mensen die geen eigen woning hebben, woning met isolatieproblemen, mensen die geen toegang hebben tot elektrische auto's. En hoe compenseer je daarvoor? Want is het wel echt zo dat zij dat overhouden en dat ze dan het geld per rekening kunnen krijgen? Oké. Is er iemand die over hetzelfde thema ook een vraag heeft? Dan kunnen we die even clusteren. Over dit specifieke voorstel. Ja, ik zie... Hoi. Ja. We hebben in Nederland ook het systeem van de stikstofrechten. En daar is het zo dat als een boer dat of iemand anders dat verkoopt, dat het dan ook gedeeltelijk wordt afgerookt. Dus wat ik me eigenlijk afvroeg, is het niet slimmer om gewoon geld te geven, maar dan niet dat iemand anders het alweer kan kopen. Want dan heb je eigenlijk een mechanisme dat je inderdaad dan rijk hebt die alles op gaan kopen en die dan gewoon 3 keer per jaar mogen vliegen te andere landen. Oké, top. Het is duidelijk een voorstel dat prikkelt. Hou je niet om straks in de volgende ronde ook andere vragen aan te snijden. Maar ik stel voor dat we nog even uitputten. Ik ga naar David, dat geeft u ook de kans om nog even te reageren op de panelleden die nog niet helemaal overtuigd waren. David, en dan geef ik de andere...
Dus wat doe je met de uitstoot van de spullen? Ja. Niet iedereen woont in een geïsoleerd huis. Ja. En de verwijzing naar de stikstofrechten. Ja. Eerst om even terug te keren. Het is voor mij ook een domein wat nieuw is, waar ik nog zoekende in ben. Dus alle input, alle kritische vragen, alle kritische bemerkingen zijn mij dierbaar. En uiteraard, ook, ik ben het mee eens, het neoliberalisme heeft lelijk huisgehouden. En in Nederland misschien nog wel het ergst van al, wat dat betreft. Ik woonde zelf in de jaren 90 in Nederland. Ik was aan het promoveren in Leiden. En de dag dat Ajax een beursgenoteerd bedrijf werd, is mijn geloof in Nederland wel een beetje overgegaan. Maar het uithollen, bijvoorbeeld in België is de ziektekostenverzekering niet geprivatiseerd. Het is nog steeds in handen van grote maatschappelijke middenveldorganisaties. Ik ben daar ontzettend blij om. Tegelijkertijd, burgerraad kan net helpen, en dat is ook wat u net zei, burgerraad kan helpen om ziektekostenverzekering, om onderwijs, om allerlei taken die in de jaren 90 aan een ongelooflijke snelheid geprivatiseerd werden in dit land, terug te draaien. Dus wat dat betreft haak het in elkaar. Maar het is geen of-of verhaal. Ik denk dat een aantal van die maatregelen over toegang, wat jij ook zei, Senna, toegang tot eigenaarschap van middelen, ik ben daar echt helemaal mee eens. Maar ik denk niet dat de problemen zo klein zijn dat we maar één oplossing moeten vinden. Integendeel, wat ik heb proberen aan te dragen zijn een aantal aanvullende instrumenten binnen wat eigenlijk vandaag al lang en breed ter tafel ligt. Eventjes om terug te keren, wat gebeurt er met de uitstoot van producten die je koopt, waar je dan blijkbaar geen units moet aan ophangen? Bijvoorbeeld, je koopt een vlucht bij Ryanair. Ik heb het eventjes opgezocht bij de mensen die het bedacht hebben. Als je een vlucht koopt bij Ryanair, moet je niet je carbon wallet aanspreken. Maar Ryanair moet natuurlijk dat wel doen als ze kerosine gaan kopen. Dus het is eigenlijk een beetje als een btw-stelsel. Het is wie fossiel inkoopt, moet zijn units inschakelen. En dus als je een laptop koopt, hoef je je carbon wallets, je carbo's niet aan te spreken. Je hoeft ze enkel aan te spreken wanneer jij als individu een fossiele uitgave doet, in de zin van brandstof, energie enzovoort. Maar dus de producenten van die producten en de stroom op, ook de toeleveranciers, moeten wel betalen voor de fossiele brandstoffen die ze kopen. Als het gaat over mensen zonder eigen woning of een slecht geïsoleerde woning of mensen zonder elektrische wagen. Ja, dat is zeker waar. Hè? Ik bedoel, die mensen, als je geen geïsoleerde woning hebt, zijn je stookkosten alsnog hoog. En niet omdat je in een kasteel woont, maar omdat je in een slecht geïsoleerd rijtjeshuis woont. De Britse onderzoekers hebben een berekening gedaan van wat zou het betekenen voor de Britse bevolking. Bijna iedereen zou erop vooruit gaan, maar voor een kleine groep moeten er extra maatregelen komen. Dus dat is wat ze vandaag in de analyse hebben vastgesteld. Maar het gros van de samenleving zou er eigenlijk maatschappelijk, zou er financieel op vooruit gaan. Zeker lagere middenklasse en zwakkere klasse, maar er is één relatief kleine groep waarvoor extra maatregelen moeten komen volgens de meest recente schattingen. Dus dat is absoluut, ik ben blij dat die voorstudies gebeuren, want dan kan je erop anticiperen. En de vraag over stikstof heb ik niet goed begrepen, vrees ik eerlijk gezegd. Die kan misschien ook besproken worden aan de borrel, als dat goed is. Ja. Want ik had nog allerlei andere dingen opgeschreven in mijn voorbereiding. Noortje staat ook te popelen om zo meteen ook de essaywedstrijd in te luiden en af te ronden. Ik had nog op mijn voorbereiding iets over vermogensongelijkheid, de samenwerking op links, de rol van de vakbeweging. Dus het kan misschien jullie inspireren voor jullie volgende reeks vragen. Wie heeft er nog vragen? Ook aan de andere panelleden naast David. Misschien is het een goed idee van David van Rijbroek. Maar het is al 150 jaar met socialisme, state en democratie niet gelukt om die omheining te plaatsen rondom het kapitalisme. Wat ik helemaal niet begrijp is, ook al ze haast hebben, dat heb je volgens mij en volgens jou, binnen 8 jaar moet het een beetje geregeld zijn. Wat is het politieke proces wat misschien zo'n goed idee aan macht kan helpen? En dan zijn we toch weer helemaal terug bij de democratie zoals die bestaat. Mm-hmm. Hoe kunnen zulke ideeën met macht worden geladen? En dan nog wel binnen 8 jaar. Ja, oké. Okay. Goeie vraag. We nemen nog andere vragen. En het is ook een vraag die de andere panelleden ook... Deze vraag is groot genoeg, hoor. Deze vraag is groot genoeg. Ja? Complementaire vragen. Ik had een vraag over het burgerpanel, want ik ben er wel groot voorstander van. En ik wilde vragen aan de twee politici in het panel of ze misschien iets kunnen zeggen over wat de tegenargumenten daar zullen zijn en hoe zij daar mee om zouden gaan.
Oké, dankjewel. En nog een derde vraag. Ook fijn dat je expliciet maakt aan wie je de vraag stelt. Ja, meneer Hoek sprak over burgerraden en mensen die moeten praten en moeten de ruimte krijgen om te handelen. Maar, en dat gaat hetzelfde over die cowboys, maar is het nou niet zo dat de burgers, we praten over burgers, maar hoeveel burgers zitten hier? Ik chargeer mensen. Maar ik denk dus dat er gewoon geen ruimte is voor de gewone burger om dat te bepraten. Er is een onderliggend probleem. Dus die ruimte zou er moeten zijn, en dat is mijn vraag naar u toe, is het niet zo dat gewoon het basisinkomen daarvoor moet zijn om die ruimte te scheppen in de samenleving? Oké, dankjewel. Ik stel voor dat je ook de spits afbijt met de eerste vraag. En dan ga ik naar Senna en Vert over de burgerraden en dan David. Ik vond de eerste vraag de beste natuurlijk. En ik ben het er ook zo helemaal mee eens dat het nou niet aan mij lijkt om die te beantwoorden. Ik vind het een vraag die echt een uitdaging voor David betekent. Mag ik de microfoon aan jou doorgeven? Want dat is toch de vraag. Waarom is het 150 jaar niet gelukt om het kapitalisme in te dammen? Gaan we dat nu doen met een nieuw uitgiftesysteem? Nee, hoe ga jij nu het kapitalistische systeem, wat voor zoveel destructie heeft gezorgd, zowel op het vlak van de milieu als de mensheid, hoe ga je dat proberen omver te werpen, aan voorbij te streven? Wat zijn jouw gedachten erover, David? De vraag van Dick is van hoe kan je zulke ideeën, hoe kan je ervoor zorgen dat zulke ideeën met macht worden gelaten? Ik heb je zin opgeschreven, ik vond het een prachtige zin. En dat is de hamvraag natuurlijk. En ik denk dat mijn twee voorstellen ook in zekere zin in elkaar haken. Ik geloof namelijk, het is nu 12 jaar dat ik die burgerberaden volg. Het verbaast mij hoe ambitieus en hoe doortastend veel van die aanbevelingen zijn die uit die burgerberaden komen. La Convention citoyenne pour le climat in Frankrijk, wat Macron had samengeroepen, heeft zijn eindrapport met 149 aanbevelingen voorgesteld dat het meest ambitieuze is wat ik in eender welk Europees land gezien heb. Alleen, omdat het enkel van Macron afhankelijk was en van zijn goodwill, is er zeer zuinig omgesprongen binnen de... Hij ging alles sans filtre, ongefilterd voorleggen aan de nationale overheden. Nou, die hebben daar toch behoorlijk wat filters op losgelaten. De helft van die aanbeveling is verworpen. Een 40-50-tal zijn afgewaterd. En maar 15 à 20 zijn daadwerkelijk ongefilterd omgezet. Dus daar absoluut aan de transmissie schort nog. En in die zin geloof ik wel dat in dat permanent maken van burgerberaad een vorm is van tegenmacht te creëren. Ik was zelf een van de architecten van het eerste permanente burgerberaad ter wereld, namelijk in Duitsstalig België. Het is piepklein, maar het is wel interessant. Naast het verkozen parlement heb je daar nu een permanent geloten burgerberaad. En die roteert. Het parlement heeft 25 parlementsleden, de burgerberaad 24 burgers. Die zitten daar voor 1,5 jaar en om de 6 maanden vertrekken er 8 en komen er 8 nieuwe bij. Dus werkelijk een rolerend systeem. En wat heel interessant is, daar gebeurt wat in Frankrijk onder Macron niet is gebeurd. Die aanbevelingen van de burgers moeten meermaals besproken worden in parlement en in regering. Er is wettelijk bepaald hoeveel afspraken er moeten zijn. En er is ook wettelijk bepaald dat de overheid binnen het jaar moet reageren en schriftelijk moet motiveren wanneer ze afgeweken zijn van het advies van burgers. Het allereerste onderwerp wat die burgers op de agenda hebben gezet, 5 maanden voor corona, was: hoe kunnen we de kwaliteit van de zorg, ouderenzorg, verbeteren in de rusthuizen, zowel voor patiënten als personeel? 5 maanden voor corona was er blijkbaar vanuit een burgerpanel het idee van: dit is belangrijk. Politiek is het pas 1,5 jaar later zichtbaar geworden. Daar zijn 14 aanbevelingen uitgekomen en de politiek is daarmee aan de slag gegaan. Op dit ogenblik zijn 9 van die aanbevelingen gerealiseerd en een aantal anderen zijn opgenomen. Dat vind ik wel interessant. Dat is een vorm van tegenmacht die volgens mij mogelijkheid maakt om nieuwe ideeën ingang te doen vinden. Dus als je de macht deelt met de burgers, zullen de antwoorden minder kapitalistisch zijn, is jouw aanvoel, is jouw vaststelling op basis van de ervaring? Ik heb weinig burgers die het fijn vinden dat hun kleinkinderen geen toekomst zullen hebben. Oké. Dan brengt mij... Ik begreep in die vraag dat je dan ook nog moet kijken hoe we die burgerberaden gaan krijgen. Of begreep ik de vraag niet goed, Dick? Ja, daarom, we hebben haast. Dus bedoel jij ook dat het... Ja, maar... Ja. Ik, ja, maar,
Ik zal even streng zijn. Het is niet goed voor mijn populariteit in Nederland, maar de tijd laat ons niet toe om heel interactief te zijn. Dat is voor het burgerberaad dat we binnenkort gepland hebben. Nee, maar dat is echt een verduidelijking, want jij ook het over het rood-groen wilde hebben. En ik vermoedde even dat jij dat ook bedoelde. Ja, dat we genoodzaakt zijn in plaats van te muggenziften om de krachten te verenigen en te begrijpen hoe urgent het is. Mm-hmm. En dat we proberen om over al die piepkleine verschillen heen te stappen en zo groot mogelijk rood-groen, progressief, inclusieve beweging in Nederland te krijgen en ook binnen het parlement. Nou ja, goed, dat zou mijn voorstel zijn, maar misschien wil Fred daar iets over zeggen. Nou ja, nog twee minuten en ik ben vervangen, hè? Ja. Maar ik hou van assertieve mensen. Wat ik wel leer van die burgerberaden, mits ze dus een objectieve samenstelling hebben, hè, dus niet al een voorselectie van enzovoorts, dat het voordeel is dat mensen daar kennelijk makkelijker oplossingsgericht iets proberen uit te zoeken. En politici zoeken oplossingen, maar hebben ook de drang om zichzelf te profileren. Want ze moeten worden... Oh, sorry. Politici hebben ook de drang om zichzelf te profileren. Dus en een oplossing zoeken en profileren gaat niet altijd samen. Dat zien we helaas in Nederland tegenwoordig. Dus daar kan de burgerberaad heel goed in zijn. Maar wat ik een dilemma vind is... Het burgerberaad, dat is in de meeste gevallen ook zo. Krijgt een hele serieuze opdracht. Hè, van niet, ja, iedereen wil meer geld voor onderwijs. Gaan jullie het maar invullen? Nee, je moet het ook strak houden. Nou, en dat denk ik, dat is ook de opdracht voor ons met die komende 8 jaar en tot 2050. Ik vind het al verrassend dat Europa zo'n enorm ambitieus pakket heeft neergelegd. Inclusief de uitvoering van hogere heffingen, ETS-systemen enzovoorts. Dat had ik 2 jaar geleden voor onmogelijk gehouden. Dus kennelijk kan het op de een of andere manier. Maar die burgerraden kunnen dat zeer zeker versterken. Meneer, de tweede vraagsteller die en vroeg... Wat ik helaas ook geleerd heb, want ik heb al... Wat zijn de tegenwerpingen die nou, de tegenwerpingen zijn dit, dat mensen, politie zeggen, is dat burgerberaad, wat stelt dat voor, wie zitten er dan in? Nou, hoe objectiever het geselecteerd is, hoe minder je eromheen kan, om het maar zo te zeggen. En het moet serieus zijn, dus je moet niet zeggen, het burgerberaad mag zomaar zeggen, doe 1 miljard meer aan onderwijs. Daar is iedereen voor, maar politie moet ook afwegen, ja, maar ik moet ook nog 1 miljard voor dit en dat en dat. Dus ja, er zijn meer afwegingen dan alleen maar in het thema van het burgerberaad. Okay. Ik ga de evaluatie dus lezen. Want... Okay. De tijd tikt genadeloos verder, dus ik ga nog even naar Senna. Senna, de vraag rond de tegenwerpingen, burgerberaden, hoe tackle je die, hoe enthousiast ben je erover? Zeker het op het laatste pleidooi van David. En ik stel ook voor dat je de laatste vraag van meneer achteraan in de zaal even neemt voor jouw rekening. Ja, is er wel ruimte om daarover na te denken? En is het basisinkomen geen oplossing? Is dat plaveit dat niet de weg voor deelname aan burgerberaden? Ik stel voor dat jij de laatste antwoorden geeft op deze reeks vragen. En dan zal ik wellicht moeten afvallen. Oké. En ik ga ook voorbeeld van Joke volgen. En heel kort. Want ik vind wel, jouw vraag was ook de vraag van de avond. Niet alleen maar in het kader van burgerberaad. Maar ik heb van die momenten dat je dan even uit jezelf zoomt. En dan zitten we hier zo braaf in zo'n zaal. Naar elkaar te luisteren, de microfoon door te geven. Halen we straks een kopje koffie of een biertje. Te praten over een mooi voorstel. Dat ik denk, oh, ik ben benieuwd wat de mensen in Oxford gaan zitten. En jij zei het eigenlijk ook, David. We hebben maar nog maar zoveel jaar. We zitten hier, ik zit nu iets langer dan 1 jaar in de politiek. Ik heb nog nooit, ik ben me rot geschrokken van de laatste verkiezingsuitslag. Links heeft het nog nooit zo slecht gedaan in Nederland. Ik zie het door heel West-Europa. En jouw vraag in de kern gaat ook over, waarom zijn er zoveel mensen die niet meer geloven dat je het anders kunt doen? En dat is wel een van, voor mij, een aanleiding geweest om het project samen met het WB te starten. En ik ben niet heel vaak jaloers, maar ik ben stik jaloers op die rechtse neoliberale beweging. Want wat we heel lang gezien hebben, is dat alle loodgieters, en ik ben fan van loodgieters, dat is geen grotere eer die je kan krijgen dan jezelf zo te benoemen, wij zijn allemaal netjes binnen een kader blijven denken. Dat is omdat een denkkader zo dominant is geworden en geweest, dat iedereen daar binnen bleef. Zo heftig zelfs. Ik ben de eerste maanden dat ik Kamerlid was, ben ik elke zaterdag gaan huis aan huizen. Ga je aan mensen vragen, wat speelt er in uw leven? Heel veel mensen geven terug. Ja, ik geloof het gewoon niet meer. En als jij dan vraagt, naast dat ik het helemaal eens ben, meerdere dingen proberen, uitproberen, mis laten gaan, loodgiet, het mag lekken. We hebben geen tijd te verliezen. Maar op het moment dat grote groepen mensen waar wij voor opkomen tegen ons zeggen, ik geloof het niet, want het wordt niet meer geleverd. Ik krijg al heel veel woorden niet worden ingelast, ge, ge,
gevuld. Ja, dat is de grote opgave. En ik heb daar geen antwoord op. Kijk Jesse even aan. Misschien heeft hij straks aan het einde betere antwoorden dan ik. En misschien ook om een brug te slaan naar vandaag. Ik heb geleerd, voor de mensen die me een beetje kennen, ik hou van beleidsstukken. Ik hou van doorrekeningen. Ik hou van met de loodgieterstas dingen uitproberen. Maar dat zijn niet de dingen die verbeelden en die de ziel raken. Dat zijn niet de dingen die je doen opstaan 's ochtends en een andere wereld zien, voor je zien. Waarvan je denkt, ik geloof dit. Ik geloof dat het leven voor mijn kinderen anders gaat zijn dan dat van mij. En die taal vinden waarin heel veel verschillende soorten mensen zich aangesproken voelen. En ook aangesproken voelen om te gaan handelen. Niet in politieke zin, maar ook in maatschappelijke zin. Dat is waar we volgens mij heel veel behoefte aan hebben. En dat brengt me in dan toch de beantwoording van de andere twee vragen. Grootste tegenwerping is één ook. Durf je het als politiek om mandaat weg te geven? Want we zien heel veel uitprobeersels. Ja, als jij niet wil dat een groep mensen de keuze maakt, moet je hen niet bij elkaar in de zaal zetten om te praten. En ik deel heel erg wat Vert zegt. Heel veel afwegingen in de politiek zijn multidimensionaal. Dus de soort vragen die je afgebakend kunt neerleggen, moet je goed over nadenken. Dus dat is een tegenwerping die je volgens mij op kunt lossen. En dat brengt mij bij de laatste vraag. Ik ben echt een beetje klaar met elk postertje waar elke burger gratis even mee moet denken, omdat de gemeente zin heeft in inspraak. Ja, als jij tijd wilt van mensen, als jij wilt dat zij echt aandacht geven aan een traject en meehelpen, ja, dat kost tijd en tijd kost ook geld. En of dat via belastingen gaat, of dat je zegt, u krijgt een vergoeding omdat u meedoet, dat is voor mij de invulling. Want ik vind het ook een beetje makkelijk om te zeggen, ja, inspraak is alleen maar elitair. Je kunt er ook gewoon voor zorgen dat we mensen vanuit ervaringsdeskundigheid en hun meedenken gewoon ook belonen. Dank je. Ze heeft nog maar een jaar ervaring, maar ze voelt perfect aan wanneer de vragen moeten afgerond worden en ze werkt dan toe naar een applaus. In haar geval ook nog een dik verdiend applaus. Dat maakt het voor mij iets makkelijker om af te sluiten. Ik maak het bruggetje met wat Noortje komt te vertellen. Er is gezegd door Senna, we hebben taal en verbeelding nodig om 's ochtends te willen opstaan. We hebben dat vlak goed nieuws voor jullie. Er zijn 111 essays ingestuurd. Dat is een hele portie taal en verbeelding. En we gaan aan jullie vertellen wie dat heeft gewonnen. En dat zal Noortje aftrappen om nadien de fakkel door te geven, denk ik, aan Bram van Ooyck. Maar niet zonder een applaus voor onze vier gasten. Ik was het zo eens met Senna, die zei... Ja. Ik was het zo eens... Nou, hij staat niet aan. Ah, yes, daar gaan we. Ik was het dus eens met Senna, zoals jullie weten inmiddels. Ze zei, het dominante neoliberale denken, dat heeft ons allemaal in een mal gedrukt. En dat is waar, al decennia. We zijn allemaal gaan geloven wat Margaret Thatcher zei in de jaren 80. There is no alternative. Nou, dat is er wel. Alleen, we hebben hem nog niet. Nog niet overtuigend genoeg. En nou ja, Senna en Hans, de twee namen zijn al een aantal keer gevallen, hebben in hun geweldige project ook het briljante idee opgevat om een essaywedstrijd te gaan uitschrijven. Vanuit het idee, laat mensen meedenken en meeschrijven om met een ander mal te gaan komen, zodat we een ander alternatief hebben, een echt alternatief hebben. Nou, er zijn 111 aanmeldingen of inzendingen gekomen. En ik wil heel graag Bram van Ooyck vragen, de juryvoorzitter, naar het podium. Die gaat vertellen hoe deze jury tot deze afweging is gekomen om uiteindelijk twee winnaars te selecteren. Namelijk één winnaar voor een kleine prijs en één winnaar voor een grote prijs uit die grote stapel. Ik weet het niet, Bram, dus kom naar voren en vertel hoe jullie dat hebben gedaan. Dit is het juryrapport. Daar staat het allemaal in. Daar ga ik straks stukjes uit voorlezen. Maar ik ga niet het hele juryrapport voorlezen. Want dat zou een beetje saai worden, denk ik. Het is een hele mooie avond tot nu toe. En nu moet het spannendste deel eigenlijk nog komen. Want dat is nu. En dat is de vraag wie van die 111 schrijvers... soms combinatie van schrijvers... die
de moeite heeft genomen om antwoord te geven op de vraag hoe komen we voorbij het kapitalisme? Eigenlijk de vraag waar jullie al de hele avond over gedebatteerd hebben. Hoe komen we voorbij het kapitalisme? 111 mensen hebben een essay van maximaal 2000 woorden geschreven. Dat is een flinke stapel, dat kan ik u zeggen. En het is eigenlijk ook een geweldige opsteker in een tijd waarin je denkt van dat die wordt beheerst door de snelle quotes en de ondoordachte verbale oprispingen. Hè? Schrijven 111 mensen een essay waarin ze zo'n fundamentele vraag beantwoorden. Dus niets geen snelle quotes en niets geen ondoordachte verbale oprispingen. Niets van dat alles. Ik citeer het juryrapport. Diepgravende analyses. Ontelbare bewijzen van jaloersmakende belezenheid. Mooi opgeschreven. En heftig beleden politiek engagement. Verrassende koppelingen van het persoonlijke en het politieke. Het kwam allemaal in ruime mate langs. En wij als jury mochten 2 prijzen uitreiken. Een kleine prijs. Klein betekent voor mensen jonger dan 18 jaar. Ik vond het zelf een beetje een rare definitie. Maar... En een grote prijs voor de grote mensen boven de 18. Over de winnaar van de kleine prijs, geschreven door iemand onder de 18, was de jury het heel snel eens. En ik citeer. Het winnende essay is vlot en met humor geschreven en bevat een origineel pleidooi om onze linkse bubbels te doorbreken. Met die oproep biedt Stan van Schadewijk, want dat is de winnaar van de prijs, ook individuele lezers een duidelijk handelingsperspectief om in hun dagelijkse omgeving te bouwen aan een ander economisch systeem. Ik hoop dat Stan in de zaal zit en dan heeft hij inderdaad een applaus verdiend. Ben jij Stan? Nou, dat klein slaat niet op het bedrag, in ieder geval zie ik. En ook niet op je lengte. Misschien dan toch op die under 18. Nou, dan hebben we nog de grote prijs. Hoe kies je nou uit die hele grote stapel het beste essay? Allereerst natuurlijk door eigenlijk te toetsen op de criteria die we als jury hadden meegegeven van tevoren aan de auteurs. Argumentatie, originaliteit, taalgebruik. En politieke relevantie. Het regende plusjes, kan ik u vertellen bij het lezen van die essays. En veel van die essays, een heel groot aantal, waren bij het lezen meer dan de moeite waard. Een aantal daarvan, en ik ga ze nu heel kort even in telegramstijl opnoemen, zal worden gepubliceerd. Zijn dus niet de winnaars, maar worden wel gepubliceerd op de website van het Wetenschappelijk Bureau. Het eerste essay dat wordt gepubliceerd is van Valerie Schreur. Zij schrijft met inzet eigenlijk van een heel nieuw vocabulaire op indrukwekkende wijze het geweld dat het kapitalisme aanricht op. En zij zet dat eigenlijk op de voorgrond in haar verhaal voor een hele nieuwe oplossing. Zij spreekt met haar essay daarin sterk tot de verbeelding van de lezer. En dat is iets wat wij in het essay heel erg de moeite waard vonden. Het tweede essay is van de hand van Marina Lacroix. En zij beschrijft eigenlijk door een relatief hele kleine gebeurtenis in een fietsenstalling waar ze haar fiets gaat stallen, zet iemand voor haar een leeg blikje op de reling van de roltrap en zij spreekt die persoon aan. En zij gaat vanuit die persoonlijke gebeurtenis vertellen over de logica van het kapitalisme en hoe we daarin gevangen zijn. Haar mooi geschreven essay bevat een zorgvuldig onderbouwd pleidooi voor wat ze klein verzet noemt. Zeer de moeite waard en te lezen op de website. Het derde essay dat wordt gepubliceerd is van Oscar Menger en Daniel Boomsma. In hun strak uitgewerkte betoog bepleitten zij een zogenoemd klimaatinkomen. Het ging er net al even over. En zo
koppelen ze eigenlijk klimaatbeleid, heel interessant in het kader van de discussie die jullie net hadden, naar aanleiding van de voorstellen van David van Rijbroek, koppelen ze klimaatbeleid aan sociaal beleid, zodat burgers direct mee profiteren van dat klimaatbeleid. Het volgende essay dat wordt gepubliceerd is van Niels Nielsen. En hij, hij verwoordt een kritiek op het techno-feodalisme. En gaat op die manier eigenlijk het huidige kapitalisme verbinden. En dat leidt tot een hele interessante politieke agenda. Aan de groeiende inzet van digitale controlemechanismen. Dus dat leidt eigenlijk, als je die twee probeert aan elkaar te koppelen in de actualiteit, leidt dat tot heel veel, in zijn essay in ieder geval, tot heel veel aanknopingspunten voor een vernieuwde, nieuwe linkse agenda. Ten slotte, het essay van Michiel Nanninga, met zijn pleidooi voor het centraal stellen van gemeenschappelijke waarden en het herwaarderen van de publieke sector, ik citeer uit het juryrapport, u merkt het al, biedt hij een perspectief op een hernieuwd vertrouwen tussen burgers en overheid. De jury was unaniem van mening dat één essay er met kop en schouders bovenuit stak. Het voldoet ruimschoots aan alle vier de genoemde criteria en het biedt daarnaast nog de nodige extra's. Het is goed en helder geschreven. Het heeft een sterke, verhalende structuur. Een mooie spanningsboog tussen het grotere verhaal en een bijzondere gebeurtenis. Het verbindt de geschiedenis met de actualiteit en het klinkt lang na in het hoofd en in het hart van wie het heeft gelezen. En het bevat een hartstochtelijk pleidooi voor daadkracht en voor een meer persoonlijke betrokkenheid bij de mensen die lijden onder ons huidige kapitalistische systeem. Want zoals de auteurs het zelf zo mooi verwoorden, en ik citeer, hoop is niet het resultaat van de openbaring van een utopie. Hoop is het resultaat van verzet tegen de noodtoestand. Aldus, Seppe de Mulder en Sarah van Rompuy, de winnaars van deze grote essayprijs. Van harte gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ja, voor jullie was het geen verrassing, maar voor de rest van de zaal wel. Jullie wisten het al, want jullie zijn hier naartoe gekomen. Zelfs de twee winnaars uit België. Allereerst, Stan. Hartstikke mooi, jouw essay. Je houdt een pleidooi eigenlijk. Dat vind ik ook heel eerlijk. Je zegt, ik ga niet met allemaal inhoudelijke voorstellen komen. Want dat doen anderen wel. Ik vind dat het tijd is voor overtuigingskracht. En de vraag is, hoe komen we daar? En jouw voorstel is, dat doe je door uit je bubbel te stappen. Kun je kort uitleggen hoe jij op dit idee bent gekomen? Ik denk vooral, ik ben een beetje gaan lezen over het kapitalisme en de problemen daarmee. En het valt mij zelf ook op als ik gewoon om me heen kijk, dat er heel veel polarisatie is en dat soort dingen in Nederland en überhaupt. Ook als gevolg van het kapitalisme, denk ik. En ik denk dat dat er ook een groot obstakel is voor maatregelen die ons heel erg kunnen helpen in voorbij het kapitalisme komen. En daarom het pleidooi om uit onze bubbels te stappen, zodat die polarisatie minder wordt en we meer steun krijgen voor goede voorstellen. Ja, mooi, goed idee, denk ik. En ik las ook dat jij binnenkort ook gaat studeren in Utrecht, Liberal Arts and Science. Als student in Utrecht, wat ga je doen om uit je eigen bubbel te stappen? Ja, dat is een goede vraag.
ik denk vooral proberen, als ik de kans krijg, een gesprek met iemand die anders denkt dan ik. Of anders stemt of wat dan ook. Of op een plek ben waar ik normaal niet kom, proberen een gesprek aan te gaan. En ook als het moeilijk is, proberen empathisch te zijn naar die ander. En te begrijpen waar die vandaan komt. Ook al ben je het helemaal niet eens met diegene. Ik ben benieuwd wat dan de uitkomsten worden. Misschien volgend jaar krijgen we dat te horen. Dankjewel. Dan kijk ik naar de andere twee prijswinnaars. Jullie hebben een ontzettend mooi essay geschreven. Literair heel mooi opgebouwd. En het start eigenlijk met een grote ramp in 1755 in Lissabon van een aardbeving. En uiteindelijk gaan jullie door naar de overstromingen van de rivieren. Dat weten wij allemaal zelf nog, van vorig jaar in de zomer. Kunnen jullie uitleggen wat het verband daartussen is en wat jullie daarmee proberen te zeggen? Sarah, ja, eerst aan jou. Intussen weten wij dat in tegenstelling tot de aardbeving in Lissabon, dat de overstromingen in Verviers effectief het gevolg zijn van de klimaatverandering. En we kunnen veel zeggen over de moeilijkheden die er momenteel zijn met het klimaat. Maar ons essay ging er eigenlijk over dat we moeten vertrekken van de noodtoestand waarin die mensen zich momenteel bevinden. Dus we moeten vertrekken van waar de klimaatproblematiek zich momenteel voltrekt. En het is makkelijk om vanuit een studentenkamer een thesis te schrijven over klimaatverandering. Maar zonder dat je echt effectief geconfronteerd wordt met de miserie waarin de mensen zich momenteel bevinden. En we kunnen klagen over het feit dat mensen te veel met de dieselwagen rijden of zo, maar als je niet ziet hoe weinig alternatieven er zijn voor de mensen die geen andere auto kunnen aanschaffen, die het openbaar vervoer ook niet kunnen betalen of niet met het openbaar vervoer naar hun werk kunnen, of alle problemen. Ik denk dat ons essay was echt een aanzet om te vertrekken vanuit de problemen die er momenteel zijn. En dat zijn geen abstracte problemen, dat zijn zeer concrete problemen. Dat zijn mensen die momenteel in de miserie zitten, die momenteel ontzettend veel last hebben van de klimaatproblematiek. En dat was wat de aanzet. En we zijn dan ook verder gegaan. In plaats van daar te beginnen, hebben we natuurlijk ook iets anders geschreven om daar verder mee te gaan. Dat we die mensen ook effectief moeten gaan helpen. En dat is ook het mooie wat we hebben gezien. Wanneer er zoiets als een noodtoestand is, dan wat je dan ziet is niet mensen die gaan vechten met elkaar, maar is mensen die elkaar gaan helpen. Je ziet ontzettend veel solidariteit en spontane organisatie. En de mensen die heel weinig hebben, wat we daar gezien hebben in Verviers, ik weet niet of jullie daarvan op de hoogte zijn hier in Nederland, maar dus we in Luik waren er, en Limburg ook een beetje, waren heel veel overstromingen in België. Verviers was heel erg getroffen, het is een heel arme gemeente. Het was een van de 20 meest arme gemeenten van België. En die mensen, die hun huizen, het water stond tot 3 meter hoog, helemaal overstroomd geweest, die zijn alles kwijt. Maar die hadden ook helemaal niet veel. En het water is weggetrokken en wat achterblijft is gewoon slijk. En verzekeringsmaatschappij die er maanden over doet om langs te komen. De overheid die niet in staat is om die mensen te helpen. En wat we dan gezien hebben in de omliggende gemeentes en ook gewoon in de rest van België, is dat mensen zeiden van ja, we hebben tijd dit weekend. Ik heb nog een aftrekker, ik heb nog een dweil in een emmer en ik trek naar Verviers en ik ga daar helpen. En wat we dan ook gezien hebben bij die mensen daar, is dat die spontaan, er was een heel groot groepsgevoel, er werd gekookt voor elkaar. Er was, je had buren die plots terug met elkaar kwamen praten en kwamen horen van, kunnen we nog iets doen vanavond? Heb je een plek om te slapen? Kunnen we je helpen? En dat was een van de mooiste dingen dat ik ooit heb gezien in mijn leven. Ook al heeft dat zich voltrokken in de meest vreselijke dingen die ik ooit gezien heb in mijn leven. Want dat is mensen die gans hun leven hebben gewerkt voor iets. Ik ben een huis, een hele inboedel. Heel veel herinneringen die gewoon in materiële zaken steken. Die zijn dat gewoon van de ene dag op de andere kwijt. En die zijn getraumatiseerd. Want dat is afschuwelijke dingen dat ze hebben gezien. Dat zijn vrienden, familie die zijn gestorven daar. En toch bloeit daar ook iets moois in.
En dat zijn de kiemen waarvan we moeten vertrekken om een nieuwe samenleving te bouwen, denk ik. En daarnaast denk ik dat we ook gewoon moeten afstappen van het kapitalisme. Ja, concreet. Hè. Ja. En Seppe, aan jou dan de vraag. Want dit is heel erg een pleidooi, hè? Wat je als burger kan doen. Dat beschrijf je ook heel erg mooi. Jullie zijn ook allebei politiek actief, namelijk bij de PvdA. En dat is, even voor de duidelijkheid, in Nederland zijn dat de sociaaldemocraten, maar in België zijn dat de marxisten. Ik ben wel benieuwd, Seppe. Dit is een pleidooi voor burgers, maar wat is het pleidooi richting de politiek? Wat moeten politici anders gaan doen om dat systeem te kunnen veranderen? Ja, ik kan aanloop nemen voor ik daarop antwoord. Omdat ook met de aardbeving nog en dan de overstromingen. Dus we hebben ons geïnspireerd op een essay dat van Philip Bloem was, geloof ik. Die zei, na de aardbeving volgen ook een geestbeving. En dus in Lissabon, na die grote aardbeving, zijn er ook heel veel ideeën veranderd. En hier is eigenlijk het idee van het essay is een beetje hetzelfde. Na een grote ramp, dus we verwachten niet dat de grote verandering voorbij het kapitalisme er zomaar gaat komen, die volgt uit de rampen die het kapitalisme zelf voorbrengt. En dus die ramp van Verviers is een heel belangrijk voorbeeld, maar er zijn natuurlijk wereldwijd tal van rampen dat voorbrengt. En dus vandaar ook, dat is ook ik denk dat dat ook wel in het werk van Marx en in de gedachtegang van het marxisme zit ook, dat de omstandigheden vandaag zijn, dat is omdat de dingen zijn zoals ze zijn vandaag, net daarom gaan ze veranderen in de toekomst. En dus als dan de vraag is, wat moet de politiek doen? Is denk ik in eerste instantie, en dat sluit aan op de vraag van iemand in het publiek daarnet, die zei van hoe kunnen we die ideeën, die laadkracht geven, of die macht, dat het niet alleen ideeën zijn, maar dat er een macht van het volk ook moet zijn om die dingen te veranderen. En ik denk dat er een enorme opdracht is voor links, voor geheel links, om te vertrekken van die mensen natuurlijk. En dus we kunnen hier heel veel ideeën hebben. Maar ons idee is van, laten we dan eerst met de mensen die slachtoffer zijn gaan praten. Laten we naar hun ideeën luisteren en niet meteen daarom alle oplossingen afkomen. En dus als wij een andere samenleving gaan willen opbouwen, zullen we ook in moeten gaan tegen de samenleving zoals die vandaag is. En dus als wij het volk aan de macht willen brengen, dus dan zullen we ook de macht die er vandaag is, de macht van het geld dat heel dominant is, de macht van de markt, zullen we die ook moeten breken. En we hebben daar een andere beweging voor nodig. Net zoals dat gebeurd is. Dus burgerraden, er zijn raden gestart in fabrieken die het vakbonden. En dus ik denk, vandaag zijn er ecologische rampen. Moeten we de mensen in Verveen, al die rampen moeten we niet ook organiseren. Hoe zijn vakbonden gestart? Door brood. Dat ging samen met mensen dat brood bakten samen. Dat ging samen met coöperatieven. Tal van bewegingen van burgers en van werkende mensen dat zich verenigden. En dus ik denk dat die band tussen het politieke niveau en dan het niveau van gewoon mensen in het dagelijkse leven, dat links daar veel meer aandacht voor moet hebben en dat ze veel meer moeten vertrekken terug van het alledaagse leven, vind ik heel belangrijk. En daarom hebben we ook beslist om die prijs te schenken aan een organisatie dat dat heel goed doet. Ik wil gewoon kort nog zeggen, dat is Team Eclair. Er zijn mensen in Vlaanderen die dat heel veel vakantie hebben opgeofferd om daar te gaan helpen, die dat nog steeds doen eigenlijk. Honderden huizen hebben leeggehaald, terug heropgebouwd. En daar is nog keiveel nood aan, dus voilà. Geweldig. Kun je nog één keer de naam van de organisatie noemen? Team Eclair. Team Eclair. Ja, en dus als er nog vrijwilligers zijn om te gaan helpen in Verviers, je zou denken dat het sinds juli al is opgelost, maar dat is nog niet het geval. Er zijn nog steeds mensen die in krotten wonen op dit moment, of in tenten wonen, die geen verwarming hebben, geen elektriciteit. En alle handen zijn welkom. En zeker als je de wereld wilt veranderen, begin daar waar de mensen het nodig hebben. Hartelijk applaus voor jullie.
Nu ben ik één microfoon kwijt, maar deze gaat denk ik ook werken. Ja, we komen bijna bij het einde. We vroegen net, oké, wat moet de politiek doen? Ik denk dat Jesse Klaver daar een goed antwoord op heeft. Het slotwoord is aan jou, een politiek pleidooi voorbij het kapitalisme. Dankjewel. Leg de lat niet te hoog. Goedenavond. Het is moeilijk om te beginnen na zo'n mooie bijdrage die echt ontroert. Dit raakt. En mijn complimenten aan jullie en aan de prijswinnaars. Ook aan jou. En mijn compliment aan jou, David. Je bent een van de grote denkers van deze tijd. En wat deze tijd echt nodig heeft, zijn ideeën. Ideeën die we met elkaar kunnen bestrijden. Maar vooral ook ideeën die we kunnen aanscherpen. Maar vooral ook ideeën waar we met elkaar achter kunnen gaan staan. En die we vorm kunnen geven. Eén ding vooraf over waarom ik voor burgerberaden ben. Gisteravond stond ik in de Tweede Kamer om de vuurwerkwet te behandelen. Een initiatief van de Partij voor de Dieren en GroenLinks om het afsteken van vuurwerk te verbieden. En wat je daar heel veel hoorde van partijen die daartegen zijn, is dit met de branche besproken? Dus is met de vuurwerkbranche besproken of zij het een goed idee vinden dat vuurwerk wordt verboden? En jullie lachen, maar het wordt heel serieus gebracht. En Nederland heeft een prachtige traditie, een prachtige overlegtraditie. Maar die is ontstaan na de Tweede Wereldoorlog, zal ik zo dadelijk nog iets over zeggen. En toen zaten daar mensen die wilden iets bouwen. Die wilden iets creëren, iets nieuws maken. En de overlegtraditie in Nederland in ieder geval is verworden tot een overleg met partijen, organisaties, die een belang hebben. Die niet proberen iets te creëren, maar iets vast te houden. Of het nou de vuurwerkbranche is die niet wil dat vuurwerk wordt verboden. Of het nou boerenorganisaties zijn waarmee je gaat spreken. Die er belang bij hebben dat boeren tegen zo'n hoog mogelijke prijs worden uitgekocht. Maar zelfs, en ik kom van de vakbond en we hebben sterke vakbonden nodig. Maar zijn de vakbonden nog bezig met nieuwe rechten te creëren of te verdedigen wat er ooit is binnengehaald? En daarom ben ik een groot voorstander van die burgerberaden. Omdat mijn ervaring is, als ik op werkbezoek ga, dan wil ik eigenlijk niet meer praten met de georganiseerde verbanden, maar gewoon met werknemers die je tegenkomt. Bij voorkeur niet dat ze zijn geselecteerd, maar dat je door een bedrijf kan lopen of een organisatie en dat je eens iemand kan aanspreken. Omdat je dan de meest oprechte verhalen krijgt en ook de meest oprechte out-of-the-box oplossingen die soms ook tegen het belang van die eigen organisatie ingaan. En ik denk dat het daarom zo belangrijk is dat dat er komt en dat ook de politiek en ook GroenLinks, wij daar ons veel meer onze nek voor zouden moeten uitsteken. Hoe komen we voorbij het kapitalisme? Ik ga daar niet het totale antwoord op geven vandaag. Ik ben daar al... Bram. Je weet dat ik voor uiteindelijke oplossingen altijd naar jou kijk. Maar ik ben dit jaar 36 geworden. En toen kwam ik erachter dat ik betekent dat ik eigenlijk al de helft van mijn leven bezig ben met het beantwoorden van deze vraag. Je had het over de basisvaardigheden, Joke. Rekenen, schrijven en zo. Ik kom van de vrije school. Spellen is niet een van mijn sterkste kanten. Maar ik vind het een prachtig onderwijsconcept. Het gaf mij de kans toen ik 18 werd om me een jaar lang bezig te houden met het onderwerp wat mij aanging. Waar ik van dacht, hier wil ik me in verdiepen. En dat ging over ons economisch systeem. Waarom is economische groei nodig? Waar komt geld vandaan? Hoe wordt dat gecreëerd? Waarom is er rente? En daar begon ik me in te verdiepen en te kijken van, wat betekent dit? En dat begon heel hoog over hoe geld gecreëerd wordt, rentedragend geld, welke rol de Bijbel daarin speelt. En het werd veel praktischer. Ik kom uit Roosendaal, vlak bij de Belgische grens. En daar werd toen een industrieterrein gebouwd, Borgwerf 2. Dat was omdat we al een Borgwerf 1 hadden. En dat stond voor de helft leeg. En ik snapte maar niet waarom nou er nog een industrieterrein gebouwd ging worden. Met nog lelijkere dozen dan op het eerste industrieterrein. En als je daarover sprak met de gemeente, die heel erg had gestreden om dat bedrijventerrein vooral naar Roosendaal te krijgen. Dat het maar niet naar Breda of Oudenbos of stel je voor naar Essen, net over de grens. Dat zou pas echt een ramp zijn dat het daar naartoe zou gaan. Dan was het antwoord economische groei. En ik dacht, maar hoe kan dat nou als die panden zelfs leeg staan? En als je dan met projectontwikkelaars ging spreken, toen ging ik uitleggen, maar dat is interessant. Die panden die stijgen in waarde,
Want de grond wordt meer waard. Dus zelfs als het leeg staat, is het gewoon economisch rendabel. En daarvoor werden prachtige landbouwgronden vernietigd. Een heel mooi kapelletje wat daar stond, wat belangrijk was voor de gemeenschap in Roosendaal, staat inmiddels ingebouwd tussen allemaal lelijke dozen. En sinds die tijd ben ik eigenlijk op zoek naar wat is nou dat alternatief voor het kapitalisme, want dat is nodig. En zoals ik zei, ik heb er een heel verslag over geschreven, ik heb het laatst gevonden. Heel schattig om te lezen, ook inclusief alle spelfouten. Maar ik had ook een kunstwerk gemaakt. Ik ben het kwijt, ik weet niet waar het is. Het is eigenlijk was onmogelijk om kwijt te raken, want het is van beton. Het was zo hoog. En het was een groot dollarteken. En dat was van beton gemaakt. En het was goud gespoten. En het was heel lelijk. En ik had het gemozaïekt met allemaal spiegeltjes. Daar heb ik nog lelijk mijn handen aan kapot gemaakt. En ruzie thuis gekregen omdat ik allemaal spiegels kapot had gegooid. Want ik had het nodig om een deadline te halen. En waarom maakte ik dat? Dat dollarteken was voor mij het symbool van het kapitalisme. En die spiegeltjes, iedere keer als je erin keek, dan zag je een deel van jezelf terug. En ik vond dat zo belangrijk om dat daarin naar voren te laten komen. Omdat al die hoogdravende, hoogover discussies over het kapitalisme vaak doen alsof wij daar geen onderdeel van zijn. En dat is onzin. We zijn onderdeel van dat systeem en we profiteren daar ook van. En we maken er ook misbruik van op onze manier. En het vinden van een alternatief voor dat kapitalisme begint, wat mij betreft, ook bij die erkenning. Ik ben heel hoopvol over dat kan. David, jij sprak over de tijd na de Tweede Wereldoorlog, kort daarna. Dat is een tijd geweest waarin het kapitalisme is beteugeld. En uiteindelijk gaat het erover dat we een normvrije samenleving zijn geworden. Of het nou gaat over het geweld wat je ziet dat tegen hulpverleners wordt gebruikt, of als het gaat over de normen die wij onze economie opleggen. De 40-urige werkweek in 1961 werd die werkelijkheid. Dat was belangrijk, omdat het namelijk arbeiders beschermde tegen de uitbuiting van werkgevers. 65 jaar met pensioen kunnen, dat was belangrijk, omdat er een grens werd gezet en dat je niet tot je dood toe hoefde te werken. Dat er ook voor je werd gezorgd door de overheid. Dat waren manieren om het kapitalisme in te dammen. Net als hele hoge belastingen die je moest betalen als je winst maakte. Ja, je mocht ondernemen, maar je ging dik betalen. In de jaren daarna zijn we dat kwijtgeraakt. Maar dat indammen van dat kapitalisme, daar werd één fout gemaakt. Daar verwees jij ook naar. Er waren geen ecologische grenzen. En mijn opa die citeerde de godsganse dag, en dat is geen geintje dat ik dat ruis, dat hij dat echt uit dat rapport van Rome. Jongen, het gaat verkeerd. Dat deed hij al toen ik 1 jaar of 8 was. Zoals mijn zoontje nu. En de verhalen die mijn opa mij vertelde toen ik 8 was, die vertel ik nu aan mijn zoontje van 8. Er zijn grenzen aan de groei. En nog steeds is dat niet waar geworden. Het optimistische verhaal trouwens is dat technologie ons ook heel veel heeft gebracht. Vliegen is efficiënter geworden. Auto's zijn efficiënter geworden. Er is minder luchtverontreiniging. We hebben het gat in de ozonlaag, daar hebben we uiteindelijk een halt weten toe te roepen. Maar wat is er gebeurd? En wat is de grote fout die is gemaakt? Daar waar we erin zijn geslaagd om arbeidersrechten wel te verankeren, die zijn ondertussen ook allemaal bij het grof vuil gezet, daar kom ik straks op, zijn we er niet in geslaagd om grenzen te zetten aan de groei. En iedere keer als we erin slaagden om ervoor te zorgen dat technologie zuiniger werd, dat we verbeteringen wisten toe te passen, dan gaven we die winst niet terug aan het klimaat en aan het milieu, maar in meer economische groei. En in die zin zijn carbonbudgetten absoluut nodig. Ik heb er mijn twijfel bij, maar ik ga er goed over nadenken, want zo begint het met goede ideeën, over individuele budgetten. Maar overheden zouden zo moeten werken. Naast ieder jaar de discussie die we hebben tot over de miljarden die we uitgeven aan begrotingen, moet er een carbon budget zijn. Ik heb een klimaatwet gemaakt samen met Diederik Samsom. In ons originele ontwerp stonden deze budgetten. Dat kreeg geen meerderheid. Dus we moesten werken met percentages om CO2-reductie voor elkaar te krijgen. Dat sluit beter aan bij de techniek die er nu in Europa ook is. Dat vind ik nog steeds jammer. Omdat namelijk je zo'n plafond wat ieder jaar minder wordt, dat zorgt ervoor dat de technologische vooruitgang die we boeken er ook toe leidt dat we dat teruggeven aan de natuur en niet in meer economische groei. En ik denk dat dat een belangrijke manier is om dat economisch systeem, dat kapitalisme, verder te beteugelen. Daar is wel iets anders heel belangrijk bij.
Geloven jullie dat het kan, trouwens? Ja? Maar... ja, nou ja, ja, natuurlijk. Ik zeg het, ik vraag het een beetje flauw en het is het einde van de avond en we hadden al lang klaar moeten zijn. Maar ik merk dat heel veel mensen niet meer het vertrouwen hebben dat er nog iets kan veranderen. Dat politiek het verschil maakt. Iedere verkiezing wordt verandering beloofd en krijg je meer van hetzelfde. En deze verkiezing meer dan ooit, want je krijgt precies hetzelfde kabinet met precies dezelfde hoofdrolspelers die over precies dezelfde dossiers ruzies maken en met precies dezelfde non-oplossingen komen. En hoe zorg je ervoor dat je het vertrouwen bij burgers weer terugbrengt, dat politici er niet voor zichzelf zijn, maar voor de zaak? Kijk, ik ben een groot voorstander van progressieve samenwerking. Ik hoop dat onze partijen zaterdag besluiten om verder te gaan samenwerken met elkaar. En dat komt omdat ik denk dat die rode strijd en die groene strijd met elkaar verbonden zijn. De reden dat mensen worden uitgebuit die in busjes rondrijden en pakketjes bezorgen, dat is dezelfde reden waarom onze aarde wordt uitgebuit. Er worden geen grenzen gesteld aan arbeid. Arbeiders kunnen worden uitgebuit en daardoor kan ook de aarde worden uitgebuit. En als we nu naar Schiphol kijken en naar de bagageafhandelaars die nog geen tientje per uur betaald krijgen, dat is de reden waarom je zo goedkoop kunt vliegen. En als we die mensen een fatsoenlijk loon zouden betalen, dan stijgt ook de prijs van vliegtickets en kan er minder worden gevlogen en dat is weer goed voor het milieu. En die strijd voor sociale rechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid, die is met elkaar verbonden. En dat krijg je alleen voor elkaar als je een fundamentele kritiek hebt op dat economisch systeem en ook naar een fundamentele andere kijk daarop hebt. En je krijgt het alleen voor elkaar als je macht kunt vormen. Ik zit nu 12 jaar in de Tweede Kamer en in die 12 jaar was Mark Rutte premier. En in die 12 jaar heb ik het debat zien veranderen naar... ja, vermogen, ja, dat zouden we echt zwaarder moeten belasten. Het gebeurt niet. Klimaat, ja, dat is zo ontzettend belangrijk. Maar we halen geen enkele doelstelling. En we hebben nog maar 8 jaar. En mijn zoontje is 8. En mijn opa die sprak toen ik 8 was tegen mij. Over het belang van... dat er grenzen zijn aan de economische groei. En over het rapport van Rome. En het is aan ons nu om ervoor te zorgen dat binnen die 8 jaar die verandering tot stand wordt gebracht. En daarvoor is het nodig dat we de democratie vernieuwen, dat burgers meer te zeggen krijgen, maar ook dat politieke partijen die deze verandering echt willen aan de macht komen. En daarvoor is het zo belangrijk dat je progressief samenwerkt. Dat de PvdA en GroenLinks dat doen, maar ook een oproep aan andere partijen die denken, het is toch veel leuker om onze linkse collega's te bestrijden. Stop daarmee. Bestrijd elkaar op de ideeën, maar vind elkaar. En zorg ervoor dat je samen een blok vormt tegen al die partijen en al die organisaties die maar één belang hebben. En dat is het bewaken van de status quo, van de belangen die ze nu hebben. En wij komen per definitie op voor die toekomstige generaties en voor al die mensen die op dit moment geen stem hebben. Of ze nou aan de bagageband bij Schiphol staan, of het nou postbezorgers zijn, of de inwoners van Verviers naar wie niet geluisterd wordt en waarna een jaar nog steeds... de huizen niet zijn opgeknapt. Dat is wat een groen-linkse, progressieve beweging moet bewerkstelligen. En daar gaan we na zaterdag hopelijk hele grote stappen in zetten. Dank jullie wel voor vanavond. Veel plezier bij de borrel. Het is een avond vol primeurs. Ik heb nog een laatste primeur. En daar kunt u allemaal onderdeel van worden. Wij van het wetenschappelijk bureau hebben een groot hart. En we hopen dat er heel veel mensen hier in de zaal zijn die het wetenschappelijk bureau een warm hart toedragen. En daardoor is het mogelijk vanaf vandaag om vriend van het wetenschappelijk bureau te worden. Ja, en je kan een gewone vriend worden, een boezemvriend of een hartsvriend. Jullie hebben allemaal een flyer op jullie stoel liggen met een QR-code... Meld je aan als vriend en ontvang dan ook gratis ons tijdschrift De Helling. Daar zijn we heel trots op. Ook is het mogelijk om een eenmalige donatie te doen. Dat is de andere kant. Dus als je niet voor een structurele band met het WB wil gaan, dan kan het eenmalig. En we hopen dat u het WB een warm hart toedraagt. En dat vinden we belangrijk, zodat we nog meer van dit soort avonden kunnen organiseren. En nog meer projecten kunnen organiseren waarin we het groene en het linkse denken vooruitbrengen.
Het allerlaatste waar ik mee ga afsluiten zijn eigenlijk een aantal woorden van dank. En dat is eigenlijk iedereen die hier net op het podium heeft gestaan. Ik ga de namen niet herhalen, het zijn er ook heel veel. Het zijn ook alle collega's van het wetenschappelijk bureau en van Jong WB, die hier ook allemaal bij hebben gedragen. Ook twee leden van het Jong Wetenschappelijk Bureau zaten ook in de jury, namelijk IJsbrand en Mary. Veel dank voor jullie inzet. Er is één iemand wiens naam ik zou willen noemen, dat is Wopke. Ja, zeker Wopke. Wopke is eerder van haar vakantie teruggekomen om hier vanavond te zijn. En dankzij Wopke zitten we hier met z'n allen en is alles zo soepel gegaan als een trein. Dus dankjewel Wopke. En jullie allemaal bedankt voor het komen. Voor Vliegersvlug die tickets gekocht te hebben binnen 3 dagen. Daarom zijn we hier. En ik hoop dat ik jullie volgend jaar opnieuw zie. Dan gaat de bar nu open en kunnen we gaan discussiëren over haaien, octopussen en paarden. Tot volgend jaar. APPLAUS